Esther is er ook. Klopt. Hallo. Goedenavond. Ja, dit is voor het eerst dat jij zo stil binnenkomt, Esther. Ja, goed hè. Ik kan ook wel rustig zijn. Daar word ik dan weer stil van. Je moet eigenlijk even een wachtmuziek hebben. Het is een beetje stil. Ja. Of zo. Maar in ieder geval niet de muziek van Microsoft Meets Community, hoor. Ik weet niet of iemand kan zingen. Ik wou net zeggen, Esther, kan jij een beetje zingen of niet? echt niet. Nee, ik heb daar redelijk wat commentaar op gehad in het verleden. Dus ik ben ermee gestopt. Maar wat vind je niet zo leuk aan die liftmuziek van Microsoft Meets Community, Stefan? Nou, dat was geen liftmuziek meer, hoor. Het was een klassieke, heftige muziek. Een klassiek pianostuk. Wat ik best heftig vond om 2:00 middags om de aandacht erbij te hebben. Maar heb je dat ook netjes als feedback teruggegeven? Zeker. Oh, nee, dat is goed. Heel goed. Nee, dat... Nou, ik denk dat we zo ver zijn, Stefan. Ja. Yes. Nou, welkom allemaal bij de derde meetup alweer. Even kijken. Dit is de agenda van vanavond. Stefan en ik zullen eerst een stukje presenteren over het nieuws. En we zullen daar een paar demos van laten zien. Daarna komt Michel Rood. Want anders klinkt het zo rood. Over kostenoptimalisatie over binnen Manager Desktop. En hebben we Sander Rozenmul die nog gaat presenteren over het deployen van WVD vanuit de Shared Image Gallery met DevOps. Van 8:30 tot 9:00 hebben we daarna nog open mic. Dus als je vragen hebt of je hebt een ontwerpvraag of je hebt een andere vraag over Windows Virtual Desktop, stel hem gerust. Heb je een issue waar je tegenaan loopt? Of wil je gewoon wat anders vragen, dan ja, zeg het maar. Wat huishoudelijke mededelingen, graag de microfoon en camera uitzetten tijdens de presentaties. We zullen zoals altijd de meeting opnemen en beschikbaar maken. Eveneens op de slides. En de vraag graag stellen via de chat. Yes. Nou, zullen we eventjes een voorstelrondje doen, aangezien het ook al eventjes geleden is. Er zullen misschien mensen zijn die hier voor het eerst aanschuiven in deze sessie. Is het aan jou, Bas? Oh jeetje, ik wist niet dat we dat gingen doen, joh. Nou ja, goed. Mijn naam is Bas. Bas van Kaam. Ik ben Field CTO bij Nerdio. Ik zit daar nu al een maandje of 8-9. Ik woon in de Velsenbroek. We zijn een jaartje geleden verhuisd. Ik ben verloofd met Tineke en we gaan volgend jaar trouwen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben een vader van 3 kids. 2 meiden en een klein jongetje van net 2. Die is in december, 10 december 2 geworden. Ja, ik ben bezig met veel community gerelateerde werkzaamheden naast, maar ook overdag door de gewone werkzaamheden heen.
Zoals boeken, honderden blogs geschreven, geredigeerd, verschillende presentaties die ik normaal gesproken doe. Op live events noem ik het maar eventjes. En hopelijk kan dat later dit jaar natuurlijk vanwege de vaccinaties en alle overige zaken weer gewoon plaatsvinden ook. Dit is ook heel leuk, maar dat zou ik toch ook wel weer heel erg leuk vinden om te doen. Podcast, IOC Digest, waar ik bij betrokken ben vanuit de board, zeg maar. Doen we leuke dingen mee. Breng graag tijd door met mijn kids. Bloggen en schrijven is ook een hobby. Ik ga vaak hardlopen en wandelen 4-5 keer in de week. Nou goed, op Strava ben ik uiteraard te volgen. Dus als je ook sportief bent, hartstikke leuk om ook daar te connecten. Evenals mijn overige socials, Twitter, LinkedIn en Facebook. En overal heet ik gewoon Bas van Kamerland. Ja, zo heet ik. Dus ik wens jullie allemaal een hele prettige, fijne en hopelijk ook leerzame avond. En op naar de volgende. Wou net zeggen, zal ik het direct even overnemen? mijn naam is Esther Bartel. Ik ben al meer dan 20 jaar als consultant end-user computing specialist werkzaam in het veld. Denk voor een aantal wel een bekende naam of bekend gezicht in verschillende community programma's zoals CTP, MVP. En een paar jaar geleden samen met twee andere CTP's een Women in Tech mentorship programma begonnen. Om te zorgen dat we ook de vrouwen in tech wat meer stimuleren en wat meer sponsoren. Om ook actief en zichtbaar te worden in de community. En volgens mij zijn we daar best succesvol in. Met een kleine club dames die al heel enthousiast kennis deelt binnen onze community. Focus voor mij de laatste jaren is vooral DevOps en automation. Begonnen met eigenlijk het automatiseren van Citrix en Windows deployments. Al snel helemaal enthousiast geworden over REST APIs, PowerShell en JSON. En dat pas ik nu met veel liefde toe om Windows Virtual Desktop deployments te automatiseren en te implementeren. Top. Ja, Esther, je bent Jamon nog vergeten of ben je nog niet aan het verhaal van Jordi begonnen? ik zal inderdaad de slides aanpassen, want ondertussen begint de focus. Nou ja, Jamon is heel interessant, ook nu ik GitHub Actions aan het ontdekken ben. Yes. Maar ook voor Terraform, dus daar kom ik zeker op terug. Goeie aanvulling, nice. Niels. Dankjewel. Niels Kok, 29 jaar, technisch consultant bij Rapid Circle. Ik heb daar focus op Windows Virtual Desktop en DevOps, maar ik hou me ook bezig met Azure Infra. Verder schrijf ik blogs op nielskok.tech. Je kunt me vinden op Twitter, @nielskok5. Als je me wil contacten, doe dat dan onder het onderstaand adres. Verder, hobby's, gamen, scripten, blog schrijven, een beetje motorrijden, een beetje dat eigenlijk. Stefan. Nou, mijn naam is Stefan Dingemansen. 31 jaar, kom uit Dordrecht. Sinds 1 december ben ik begonnen bij NetApp voor het Virtual Desktop Services team. Sinds 1 januari mag ik mezelf ook Microsoft MVP noemen. Veel interesse in end-user computing, Windows Virtual Desktop, veel op Azure natuurlijk en DevOps. Ik ben onder andere de co-founder van de WVD-community, samen met Neil McLaughlin. Samen met Bas, Esther en Niels doen wij ook de hele Dutch Windows Virtual Desktop User Group. En eigenlijk in de vrije tijd zit ik voornamelijk op de fiets. Ik blog een klein beetje op stevendingemassen.com. En eventueel, als je me wil volgen op Twitter, staan hier ook nog mijn gegevens. Dan gaan we beginnen met een klein stukje nieuws. We wilden eigenlijk een aantal demo's doen. We kijken heel eventjes hoe snel we daar doorheen gaan. En anders doen we een van de demo's doen we gewoon aan het einde van de sessie van Sander. Dus dat komt wel goed. Nou, zullen jullie misschien hebben gezien, is er op 25 februari het WVD Techfest. Georganiseerd door Patrick Kuhler en Simon Binder. Die hebben een heel mooi event opgezet. Waarbij eigenlijk iedereen vanuit de community wel langs zal gaan komen. Onder andere ook Esther, Bas, ikzelf
En eigenlijk een aantal anderen vanuit de community zullen hier leuke presentaties gaan geven. Mocht je nog niet ingeschreven hebben, www.techfest.com. Daar kan je ook de complete line-up zien. Dus doe er je voordeel mee voor dit evenement. We hebben gelijk nog een dingetje over Zoom. Ik denk na Teams toch wel een van de vaak meest gebruikte conferentiesystemen op dit moment. Zoom heeft een nieuwe versie van hun client uitgebracht. Deze versie ondersteunt op dit moment Windows Virtual Desktop. En eigenlijk hetzelfde als bij de Teams offloading en de multimedia audio-video redirection. Gebruikt Zoom een add-in welke je lokaal op je client installeert. En eigenlijk wordt het volledige encoding, decoding van de video wordt door je client uitgevoerd. Waardoor je dus uiteindelijk een veel betere performance hebt binnen je Windows Virtual Desktop sessie. En een betere, hoe heet het, een vele soepele ervaring qua beeld en geluid binnen in Zoom. Yes, verder zijn er nu een aantal rollen native in Azure AD beschikbaar. Je kon hier voorheen de link van Marcel Murren gebruiken die daar een script op staat voor had geschreven. Volgens mij had hij een JSON template, ARM template voor geschreven om die WVD-rollen automatisch toe te passen. Maar nu zitten ze gewoon in de portal. Dus het is mooi. Verder zal ik hem nu overpakken, denk ik, Stefan. Dan komt we nu bij ShortPath, bij de demo van vanavond, ja. De eerste demo. Ja. Pak ik hem over. Yes. Als het goed is, zien jullie mij nu zitten. Ja. Yes. En ik zie de presentatie. Dan zie je de presentatie. Gaat helemaal goed. Mooi. Ja, ShortPath dus. RDP ShortPath. Dit is een feature wat het mogelijk maakt om direct na over je VPN, site-side VPN, point-to-site VPN, express route, of een publiek IP-adres welke je aan je hostpool hebt gehangen, van je 16-host hebt gehangen, om daar direct met je machine connectie te maken. En dat resulteert in het feit dat je een grotere bandbreedte kan gebruiken van je client naar je session host. Je moet er wel rekening mee houden dat dit niet een feature is dat je een private endpoint geeft. Het is niet zo dat je alleen maar connectie maakt naar de host. Je gaat nog steeds via het publieke endpoint. En op het moment dat je ingelogd bent op de VM, dan detecteert hij of de short path beschikbaar is. En of je daarmee zo kan negotiëren zodat je die short path ook daadwerkelijk gebruikt. En als dat niet beschikbaar is, doet hij dus, dan blijft hij connected met de public endpoint en dus via TCP, wat de normale gang van zaken is. Verder gaat deployment via script. En deployment hoef je alleen maar op je session host uit te voeren. Dus het is handig als je dit in je image verwerkt, dan kun je gelijk daar gebruik van maken. Je hoeft niks in de portal te doen. De deployment bestaat uit twee rechtjes en een firewall rule. En deze zijn beschikbaar gemaakt door Microsoft Docs. Wellicht dat iemand die in de chat kan delen, dan kun je dat daar vinden. Voor- en nadelen. Voordeel is natuurlijk dat je grotere bandbreedte beschikbaar hebt. En dat je de hele route naar je Windows Virtual Desktop host kunt controleren. En er dus ook QoS op kunt toepassen. Dus je kunt in principe de hele route naar Windows Virtual Desktop kun je helemaal zelf indelen. Zodat er altijd genoeg bandbreedte is om de sessies te bekijken. Dat je niet via het publieke internet hoeft. Nadeel is dat je niet in de HTML5 client beschikbaar is. En het kan zo zijn, dat noem een voorbeeld, dat er als er heel veel mensen Teams videobellen via je Windows Virtual Desktop. En dat gaat via die system. Kijk, Steven heeft Sander zijn eigen blog gedeeld. Nice. Je gaat dus beeldbellen via WVD. En we doen het allemaal via ShortPath. Dat wel kan drukken op je VPN-verbinding. En dat je die misschien moet uitbreiden. Of dat je die er rekening mee moet houden. Dat je in ieder geval meer bandbreedte gaat gebruiken. Dus hou daar rekening mee. Doen we nu een stukje architectuur vanuit Microsoft. Dit is hoe het er ongeveer uitziet. Dus de blauwe stippenlijn is de short path via UDP naar de VM. En de rode lijn, dat is de normaal gesproken connectie die je dan opzet naar de adderweb en vervolgens naar de gateway, naar de broker om dan bij je session host uit te komen.
Dit ga ik demo. Dit is wederom mijn omgeving, zoals ik de vorige keer ook heb laten zien. Linksbovenin zie je mijn Hub subscription. Rechtsbovenin zie je mijn BVD Spoke subscription. Linksonderin zie je mijn thuis Encode desktop met de firewalletje. En rechts zie je de BVD Public Endpoint. Nou, ik heb twee hostpools. Rechtsbovenin BVD Development hostpool en een BVD Test hostpool. En als ik op Development inlog, dan staat ShortPath aan. En op Test staat het uit. Dus dat gaan we nu laten zien. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Klopt dat? Ik denk het wel. Ja. Mooi. Ik ga eerst inloggen op de Development hostpool. Wacht heel even tot ik mijn scherm zie. En dan zie je als ik de connection information opvraag door middel van de rechter muisknop in de bovenbalk. Connection information. En dan zie je me hier al. Your network connection round trip time is good. En UDP is enabled. Nou, dan kunnen we bij detail zien dat de bandbreedte die beschikbaar is, dat die een stuk groter is dan dat je normaal zou hebben. 56 Mbit in dit geval. Ik heb hem ook wel eens in deze configuratie over de 100 zien gaan. Maar dit, ja, nu gaat hij dus omhoog. Gaat hij de 100 halen? Net niet, denk ik. Jammer. Goed. Log ik nu eventjes uit en ga ik op mijn testhostpoeltje. Oh, okay. Even dat hij uitgelogd is. Sure, ik pak in ieder geval de sessie over op die, test, op die testbak. Gaan we nu inloggen op de testmachine. En wat we dan hier zien. Is dat eveneens de... Als het goed is, de roundtrip game goed is. Maar hij zegt hij niet. De melding verschilt is dat je hier geen UDP ziet staan. Dat hij niet geconnected is via UDP. En dat je in de details kunt zien dat je hier 512 kilobit beschikbaar hebt in plaats van 100 Mbit. Dus dat is een significant verschil. En daar kun je ook zien dat die, die roundtrip time ziet 20 ms in plaats van 10 ms. Dus dat is best wel een verschil. En ja, als jij applicaties hebt die hier je hun voordeel mee doen, dan zou ik het zeker configureren. Het kan ook ervoor zorgen, ja, UDP is natuurlijk het niet fouttolerante protocol. Wat wel ervoor kan zorgen dat het tijdens het videobellen dat het een stuk soepeler gaat, omdat de fouttolerantie niet in het protocol zit, dus minder overhead. En dat de communicatie en het veel beeldbellen beter kan, een betere ervaring kan bieden. Ik heb nog een demo van jullie klaarstaan vanavond. Dat is de screen protection demo. Dan moet ik heel even uitloggen en op mijn development hostpool inloggen. Dan pakken we de development hostpool weer. Even kijken. Oh, ik sta hier nog op signing out. Mooi. Even kijken. Even kijken, ik heb hem een log overgegeven via de portal. Kijken of hij dat ook daadwerkelijk doet. Anders herstart ik de VM eventjes. Ik was te ongeduldig uiteraard. Zie je dit als iets dat productie klaar is? ShortPath. ShortPath is nog in public preview. Dus het is in principe, ja, in principe zou ik zeggen dat als iets niet uit public preview is, is het niet productiewaardig. Maar je kan het wel gebruiken. Want ja,
Als je hier echt een voordeel mee doet, dan, maar je moet er niet van uitgaan dat het altijd werkt. Je kunt het wel gebruiken, het is niet zoiets als een fundamenteel deel. Als je bijvoorbeeld een Windows Insider ring gebruikt om je image te maken, zodat je extra features hebt. Zo moet je het niet zien. Je zou het qua test kunnen gebruiken, maar ik raad eigenlijk altijd af om dingen in preview in productie te gebruiken. Want je kan tegen bepaalde zaken aanlopen waar de Microsoft support eigenlijk niets mee gaat doen. Oké, pak mijn development hostpool. Jullie kunnen nu nog mijn development scherm zien. Ik ga nu even een rechtkey toevoegen via PowerShell. En die heb ik hier op mijn bureau wat gezet. Die voeg ik. Kijk, moet het een 0 zijn? Nou, gaan we het zien. We zien het wel. Dan moet ik even mijn sessie disconnecten en opnieuw verbinden. En als het goed is, zie je niet. Het moet wel een 1 zijn, denk ik, Niels. Moet het een 1 zijn? Nou, dan gaan we eerst even inloggen. Dus kunnen jullie waarschijnlijk nog zien. Ja, jullie kunnen het nog zien. Dus dat moet inderdaad een 1 zijn. Ik disconnect hem nu. Log weer in. Wat wel soepel trouwens. Lekker man. Als het goed is, jullie zien nu niet geen... Ja, ik zie het in OBS. Jullie zien geen scherm van mij nu. Nu kom ik op 1 gezet heb. Het hoort eigenlijk te zijn, volgens de documentatie van Microsoft, hoort het zeg maar een zwart scherm te zijn. Dat je wel ziet wat je niet ziet. Maar nu zie je helemaal niks. Dus waarom dat zo is, weet ik niet. En dat zal waarschijnlijk nog zo zijn omdat het een preview is. Ik zet hem nu weer even op 0. En disconnect dan weer mijn sessie en log weer in. Om te laten zien dat ik hem ook uiteindelijk aan heb gezet. Gaan we weer. Het is ook iets wat laatst gewijzigd is hoor. Want toen het net in preview kwam, zag je inderdaad gewoon een zwart kader. Dat ik hem eerst op 0 op 1 heb gezet. En daarna weer op 0. Dus toen hij op 1 stond, toen kon je de hele sessie niet meer zien. En op 0, toen ik hem weer uit heb gezet, toen kon je me zien. Dus dit is volgens mij ook nog in public preview, Stefan. Correct me if I'm wrong. Ja, dus in preview. Ja, precies. Ook. Ja, dus ja, je kan het wel gebruiken, maar je mag er niet vanuit gaan dat het werkt in principe, omdat het in preview is. Ja, en ik denk dat het uiteindelijk natuurlijk optimaal is voor het gebruik voor gevoelige informatie, banken, verzekeraars. Er zullen zelfs een aantal bedrijven zijn die hierop hebben gewacht. Ik weet niet. Citrix wel onder de andere kan. Ik vind het een beetje tweeledig. Nog niet. Sorry. Ik vind hem een beetje tweeledig. Want ik krijg altijd, van vrienden krijg ik altijd, irriteer ik me altijd aan, foto's van schermen toegestuurd. Dat mensen met een telefoon een foto maken van hun scherm, ja. Dat zie ik nog heel veel in de praktijk gebeuren. En dat helpt je natuurlijk niet zo erg tegen. Dus ja. Natuurlijk kan je altijd nog een foto maken. Ja. Maar mocht jouw machine besmet zijn met wat voor tool dan ook. Die natuurlijk gewoon door middel van screen capture je sessie over opneemt. Gebruikersnamen, wachtwoorden, gevoelige informatie. Dat kan hier natuurlijk niet mee. Iemand kan nog steeds ten alle tijde inderdaad een foto maken. En dan zal je het wel zien. Ja, en het is ook dus te configureren door simpelweg 1 rechtkey. En die zou ik ook gewoon in je image stoppen. Dus hoe meer er in je image zit, hoe minder group policies je hiervoor nodig hebt, hoe beter je performance is. Dus wat ik altijd zelf ook altijd doe, als het niet in een group policy hoeft te zitten, zet ik het in mijn image qua configuratie, zodat de performance zo goed mogelijk blijft. En dat je niet eerst 20 group policies moet toepassen voordat je voordat je inlogt, dat zorgt gewoon voor stabiliteit en snelheid, denk ik. Dit waren voor nu de demo's. Stefan gaat straks nog een demo geven over App Attach in de portal. En ik denk omdat we nog maar 4 minuten hebben, dan zou het ten onrechte dat laten zien. Dus dat zou die doen we in de open mic stuk. En dan kun je ook gewoon vragen stellen, denk ik. Ik denk dat het handig is om nu de stokje over te geven aan Michel. Als hij er nog is.
Jawel, is dat te zoeken naar de boekje. Ook altijd goed. Ja, dankjewel. Ik zal eens even mijn scherm gaan delen hier. Graag. Ja, als het goed is kunnen jullie het zien nu, hè? Zeker. Klopt. Ja, nou, ik zou ook even een voorstel rondje doen. Ik vond het, ten eerste vind ik het heel leuk om hier te mogen zijn. Het is ook eens heel fijn om het in het Nederlands te mogen doen. Dat gebeurt niet vaak. Anders dan mijn naam misschien doet vermoeden, ben ik heel erg Nederlands. Ik ben zelfs Dordts, was ik ooit, voor Stefan. Dat vond ik ook wel interessant om te zien. Ik werk bij Microsoft binnen het GBB-team, zoals dat heet. Dat is de Global Black Belt. En dat is Microsoft taal voor heel erg gespecialiseerd zijn. En dat ben ik in WVD. Velen van jullie al een flink tijdje werkzaam in wat we tegenwoordig denk ik IOC noemen. Ik denk inmiddels al zo'n 25 jaar. Vroeger ook net zo actief geweest als jullie met de community. Dus ik ben volgens mij, als ik goed kijk, een jaar of 7 ben ik Thermal Server MVP geweest. Toen ik nog veel meer haar had. En via diverse overnames, de meest recente is de overname van FS Logix, ben ik bij Microsoft terechtgekomen in 2008. En sindsdien zit ik bij het GBB-team. Ik ben, zoals het in Microsoft taal heet, een specialist. Wat natuurlijk een beetje dubbel is nadat ik verteld heb dat GBB's specialisten zijn. Maar dat is ook weer Microsoft taal voor iemand met een iets meer commerciële inslag dan een pure techneut. Want we hebben ook tech specialists. Dus dat zijn ook mensen uit ons team die heel erg actief zijn in de community. Dus mensen zoals Jim Moyle of Christian Brinkhoff of Tom Hickling bijvoorbeeld. Dat zijn zogenaamde tech specialists. Dus ik ben een specialist met iets meer commerciële inslag. Als je met me zou willen connecten, dan kan dat via die short link daar zo. Dat gaat denk ik naar mijn LinkedIn. Maar ik zit ook op Twitter, daar roep ik af en toe ook iets. En dat is voornaam, achternaam achter elkaar. Maar omdat ik een specialist ben, spreek ik vaak met onze klanten over de commerciële aspecten van Windows Virtual Desktop. Stefan en Esther hebben me gevraagd of ik daar iets over wilde vertellen. En dat doe ik graag. Een huishoudelijke mededeling is dat als ik mijn huwelijk wil behouden, dan ga ik om 8 uur weg. En dat wil ik. Dus om 8 uur moet ik helaas weggaan. Dan kan ik niet blijven voor de mooie discussie. Maar het gaat vast lukken. Normaal doe ik hier 3 kwartier over. Maar omdat het Nederlands is, denk ik dat het gaat lukken in een half uur. Dus als we het hebben over de kosten van Windows Virtual Desktop. Er zijn er eigenlijk 3 componenten. Zoals ik het bekijk. Je hebt wat ik noem de core WVD resources. Dat zijn de VM's, de storage en de networking die bij WVD komen kijken. Dan heb je daarnaast een laag die je zou kunnen noemen waar je image management en je apps gedaan worden. En als laatste eigenlijk de WVD infra. Wat je vroeger on-prem moest installeren als RDS server rollen. Dat is natuurlijk nu helemaal populair gezegd verpaast in de WVD service. Dus waar we met klanten vaak over praten en waar ik vandaag over ga praten, zijn die core resources van WVD. De virtual machines, de storage en de networking. En het is belangrijk om te weten, dat weten jullie waarschijnlijk al, maar dat de virtual machines, dat is verreweg het grootste deel van de kosten die je hebt aan WVD. Gevolgd door storage. En er is ook nog een stukje networking. Maar de virtual machines, of de compute zoals wij dat noemen, dat is by far het grootste deel van de WVD-specifieke rekening, als je dat zo mag noemen. En verder vind ik het belangrijk om te melden, met alle tips die ik je ga geven, neem het niet klakkeloos over. Het is meer mijn bedoeling om jullie te vertellen welke aspecten een rol kunnen spelen bij je kosten en waarom.
En dan kan je zelf bepalen of je het de moeite waard vindt om daar iets mee te doen. Hè? Want soms past het niet bij je of soms wil je dat niet. Dat is altijd mijn guidance. Dus en dan gaan we eigenlijk beginnen met een reeks van tips en informatie over zaken die impact hebben op de kosten van WVD. De eerste zijn de reserved instances. Voor degenen die daar niet mee bekend zijn. Reserved instance is eigenlijk dat je aan Microsoft pre-commit dat je een VM een jaar lang of 3 jaar lang afneemt. En omdat je dat 1 jaar van tevoren of 3 jaar van tevoren commit, krijg je korting. Dat is in essentie het verhaal. Volgens mij is het iets van 30% korting bij 1 jaar en tot 72% korting voor 3 jaar. Dus dat is best significant. Maar aan de andere kant is dat soort commitments 3 jaar vooruit, dat is niet super cloudy. Dus er is altijd een hele discussie of het nou wel of niet past. Dat kan ik niet bepalen. Ik kan je wel uitleggen wat reserved instances zijn en welke dingen er bijzonder aan zijn. Want reserved instances, het eerste wat je moet weten is, die doe je voor een hele familie, zoals wij dat noemen. Dus hier daar rechts in dat tabelletje, daar zie je wat een familie is. En zodra je een VM start, gaat Azure altijd als eerste op zoek naar een reserved instance. Dus als er een reserved instance voor is, zal Azure dat automatisch pakken voor die VM. Met als gevolg dat je die korting krijgt. Dat kan je zelf ook allemaal managen. En daar komen we later op. Maar als je dat weet, dan is het volgende wat je moet weten, is dat ongeveer als een medewerker meer dan 300 uur werkt per maand. En dat is best flink. Dat is meer dan de normale Nederlandse kantooruren. Dat zit meer rond de 200 uur per maand. Maar als het meer dan 300 uur per maand is, 330 eigenlijk, dan is zo'n 3 uur reserved instance, die is financieel aantrekkelijker. Als het meer dan 450 uur is, dan is een 1 year reserved instance aantrekkelijk. En voor de beeldvorming een hele maand, 24/7, dat is 730 uur. Dus het is best, je moet best wel veel uren maken, om het maar zo te zeggen, voordat een reserved instance volgens dit plaatje interessant is. Maar wat ook belangrijk is om te weten aan een reserved instance, is dat dus je kan ze heel breed inzetten. Dat hangt een beetje vanaf hoe groot je omgeving is. Maar je hoeft niet per se die reserved instance alleen maar te gebruiken binnen WVD. Je kan het ook als je ergens anders VM's uit dezelfde familie gebruikt. Kan je het zo instellen dat die reserved instances ook daar gebruikt mogen worden. Dus je kan de kans heel erg klein maken dat je niet van die reserved instances gebruik maakt. Of dat het niet rendabel is. Je mag ze tegenwoordig ook, ondanks dat je 3 jaar commit, mag je per maand betalen. Dus je moet wel betalen. Alleen daar betaal je geen rente over. Dus het is eigenlijk 3 jaar of 36 maanden betaal je het bedrag in het geval van een 3 jaar reserved instance. Je mag ze ook inruilen. Dus stel je voor, je begint met de D-series en je denkt later, oh nee, de E-series is toch makkelijker. Dan kan je het inruilen en als er een delta zit in de kosten, dan moet je bijbetalen. Maar er zit geen boete op. En waar wel een boete op zit, is opzeggen. Maar het mag wel. In tegenstelling tot de andere clouds mag je een RI opzeggen. Volgens mij is 12% de boete. Dus ook dat kan nog interessant zijn als je dat businessrisico voor jezelf uitrekent. Dus ik zou zeggen, vergeet niet de reserved instances. Het tweede deel gaat over back-end Windows servers. Het gaat specifiek over AHUB. Of Azure Hybrid Use Benefit. En in mijn taal is AHUB is een licentievoordeel wat je hebt bij Microsoft. Is dat als je al Windows Server licenties hebt met Software Assurance, met SA, dan mag je binnen Azure die VM's, die Windows licenties ook gebruiken. Dus met andere woorden, als je dan een VM gebruikt, hoef je niet de Windows rate te betalen. Want dat is de VM plus de Windows licentie, maar je hoeft alleen maar de compute te betalen, zoals wij dat noemen. En dat is dan de Linux rate, omdat je voor Linux geen OS licenties gebruikt. Het gaat specifiek over back-end servers, want, dat weet u wellicht ook wel, voor WVD session hosts, dus Windows 10 multisessie of Windows server of iets anders wat je in WVD gebruikt, daar hoef je nooit de Windows server licentie voor te betalen.
Dus dat is zeker iets wat je ook in van voor moet weten. En indien je aan die kant zit bij de klant, stel je voor de klant heeft geen SA, dan is het wellicht handig om SA af te sluiten, want dat is meestal goedkoper dan die VM's betalen in Azure met de Windows licentie erbovenop op een pay-as-you-go manier. Een andere tip is dat mocht het zo zijn dat je klanten hebt die workloads draaien die niet locatiegebonden zijn. Dat is in WVD natuurlijk een beetje een lastig verhaal, omdat het latency sensitive is. Hè? Dus we zeggen altijd, begin om ervoor te zorgen dat de latency laag genoeg is voor een goede gebruikerservaring. En ga daarbinnen dan kijken waar dat type VM wat je nodig hebt het goedkoopst is. En natuurlijk moet je ook data residency rules meenemen. Maar er zitten best grote verschillen tussen de verschillende Azure regions voor bepaalde type VM's. Sommige zijn niet beschikbaar, dus dat maakt het heel makkelijk. Maar sommige kunnen ook significant goedkoper zijn. En zoals je hier ziet, kan er wel tot meer dan 50% verschil zitten in dezelfde SKU tussen de ene regio en de andere regio. Het zal niet altijd tot de mogelijkheden behoren. Maar je doet er goed aan om hiervan op de hoogte te zijn. En het te gebruiken op het moment dat het voor je klant speelt. Dan hebben we nog even een slide over het concept van pooled versus personal. Dit is een beetje Jip en Janneke. Maar het komt er natuurlijk op neer dat als het enigszins kan, en doe er wel wat moeite voor, is pooled de goedkoopste optie. Want dan hoef je niet voor iedereen een unieke VM te genereren, maar kan je sizen voor de hoeveelheid VM's die je nodig hebt voor de maximale hoeveelheid gebruikers. Dat is iets, ik heb al verteld dat je nooit voor het OS hoeft te betalen als je voor de session hosts, dus de Windows 10 multisessie of de Windows Server machines, de machines waar de gebruikers echt op inloggen, daar hoef je nooit voor te betalen. En daarnaast, stel je voor je gaat voor pooled, dan heb je een non-persistent omgeving, dan heb je nog de keuze uit single user en multi-user. Nou, dan is multi-user eigenlijk altijd hetgene waar je voor moet gaan, als het kan natuurlijk. Met applicatiecompatibiliteit. En dan heb je nog de keuze. Je kan multi-user doen met Windows Server. Ja, zoals men dat tussen aanhalingstekens vroeger deed. En je kan het met Windows 10 multisessie doen. De meeste mensen. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat meer dan 95% van alle klanten van Microsoft wereldwijd op WVD. Die draaien Windows 10 multisessie. Dus het is een populaire keus. De hoofdredenen daarvoor zijn, dus eigenlijk de belangrijkste is die eerste, is dat als je multisessie capabilities wil hebben op Windows Server, dan moet je een RDK hebben voor iedereen gebruiken, Remote Desktop Client Access License. En als je dat voor Windows 10 multisessie doet, hoeft dat niet. Dus dat scheelt al een slok op een borrel. Een RDK, als je dat zou terugrekenen over 3 jaar periode, kost ongeveer $15 per gebruiker per maand. Dus dat is best wel een significante savings. Het is ook zo dat Windows 10 multisessie is gewoon een gewone versie van Windows 10 vanuit het Windows 10 release cycle verhaal. Dus het is een semi-annual channel. Daar zit Windows 10 multisessie op, net als Office 365. Dus dat loopt mooi in sync. Er is ook geen enddatum voor Windows voor Office 365 support op Windows 10. Die is er wel voor Windows Server. Na heel veel hangen en wurgen kan ik je vertellen. Dat was eerst 2021 en nu is het 2025 geworden. Maar het heeft dus een definitieve einddatum. En over het algemeen zien we out of the box betere application compatibility met Windows 10 multisessie versus Windows Server. Dus ons advies is, als je het enigszins kan, zorg ervoor dat je Windows 10 multisessie gebruikt. Mocht het nou zo zijn dat die applicatie het niet doet met Windows 10 multisessie, dan kan je het Aperture programma aanschrijven. Die kunnen je helpen kosteloos om die applicatie te proberen te laten werken met Windows 10 multisessie. Dus als je naar die link gaat, kan je daar meer informatie over geven. Zeker het proberen waard. Nou, daarnaast kunnen we nog praten over de virtual machine types. Dus je hebt verschillende soorten virtual machine types, uiteraard. Je kan ze allemaal gebruiken binnen WVD. De meest populaire types bij ons zijn D, F en N. En de N-series zijn dan de machines met een GPU.
En in de algemeenheid is het dus goed om jezelf op de hoogte te houden van de verschillende type machines die er zijn en die beschikbaar komen. Maar een specifiek voorbeeld wat ik hier noem is dat er zijn N-series, hè, dus vooral de AMD-based N-series, dat is de NVV4-series. Dat zijn virtual machines met een GPU. En het prijsverschil tussen die twee, en dit varieert en deze slide is oud, hè, dus misschien is het minder, misschien is het nu meer. Maar het prijsverschil is relatief klein. En zoals jullie waarschijnlijk weten, is dat in de meeste gevallen is CPU de bottleneck. Dus dat bepaalt hoeveel gebruikers je op een virtual machine kan krijgen en dus hoeveel kosten je per gebruiker hebt uiteindelijk. Michel, mag ik heel even een vraag tussendoor stellen? Ik heb een vraag uit de chat. Er is een vraag gesteld, dus het verschil tussen hybrid benefits en gewoon pay-as-you-go te gebruiken voor Windows Server licenties of voor Windows VM's op Azure. Dat prijsverschil is gigantisch. Blijft dat ook nog lang? Of gaan ze dat aanpassen dat het meer naar elkaar toe komt? Of blijft dat gewoon zoals het is? Ik ben bang dat ik de vraag niet helemaal begrijp. Als je een IaaS-VM, je neemt een Windows Server VM 2019 af in Azure. Ja? En die heeft 4 cores en 40 gigram. En dan betaal je, als je via een pay-as-you-go model afneemt, betaal je ook de Windows Server licentie $160 per maand, neem je ook af. Yes. En als je hem bijvoorbeeld via hybrid benefits afneemt, dan kost die $25 per maand. Dus dat verschil is gigantisch. Wordt dat naar elkaar toegebracht? Of blijft het gewoon zoals het is? Weet je dat toevallig? Ja, dan komen we weer bij het, ondanks dat dit een hele leuke informele sessie is, dus over dat soort dingen kan ik geen uitspraken doen over krijgen. Ja, snap ik. Een andere vraag. Je kon nog geld besparen door een andere regio te kiezen voor je virtuele machines. Ja. En dan zou je klanten dat kunnen adviseren, maar hoe lang blijven die prijsverschillen? Oh, zo bedoel je hem, sorry. Geen probleem. Ja, nee, dat varieert ook. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat prijzen omhoog gaan, eerlijk gezegd omlaag gaan. Maar ja, die prijzen variëren altijd een beetje. Hè. Dat staat ook volgens mij in alle dingen die je moet tekenen als je Azure diensten afneemt. Maar het varieert wel over het algemeen. Ja. Ja. Ja, maar als je klanten gaat adviseren van nou, die regio is nu best wel goedkoop, dus je levert misschien een klein beetje performance in, maar je bespaart best wel wat kosten. Ja. En de volgende maand is het opeens, bij wijze van spreken, andersom, dan is dat niet echt makkelijk op adviseren. Nee, dat is waar. Nou denk ik dat niet, weet je, het zal niet bijvoorbeeld nu is die 51% goedkoper, dan zal het over een maand niet omgekeerd zijn, dat verwacht ik niet. Maar ja, dat kan ik niet garanderen. Het heeft vooral te maken ook, hè, met waar zo'n datacenter gebouwd wordt. Hè, wat de kosten zijn van het opereren van zo'n datacenter, van stroom, welke deal we gesloten hebben, wat voor mensen er werken, wat hun uurloon is, hoe de hardware kunnen inkopen enzovoort. Dat is meer het hele Azure datacenter verhaal. Maar ja, het is wel iets wat dermate dynamisch kan zijn, dat je in ieder geval wel moet weten dat het speelt. Ja. Nou ja, goed, dan kun je ook een dienstverdeling rondom bouwen om cost optimization voor je klanten te doen. Ja. Ja, nou, er zijn hele sloten mensen die dat doen volgens mij. Dus dat is zeker waar, hoor. Zeker. Ik heb zelf ook nog een vraagje. Die AMD-serie, zijn jullie al goed beschikbaar in West Europe? Of zijn er nog een beetje een hardware tekorten, zeg maar? Ja, ze zijn heel erg populair, heb ik me laten zeggen. maar ja, het zou je verbazen, de hele reeks worden er aangesleept. En as of recent, dus een maandje geleden of zo, is het weer wat minder problematisch. Eind was het problematisch, eerlijk gezegd. Nu zou het weer goed moeten zijn, maar ze worden, denk mede door deze, nou niet door mijn slide, maar door de content van deze slide. En ze zijn gewoon heel erg interessant, prijstechnisch gezien. Ja, absoluut. Dus AMD doet daar goed werk. Want de kern van deze slide is dat doordat er een GPU in zit, kan je dus de CPU heel erg offloaden, waardoor je een bottleneck wegneemt op je VM, waardoor je meer mensen op je VM kan krijgen en uiteindelijk meer haalt uit je hardware en dus minder per gebruiker betaalt. Dat is het idee achter deze slide. Want daar zijn wij vaak met, ik praat met de grootste klanten van Microsoft in EMEA. En ja, als je 3% kan besparen, dan is dat zijn miljoenen vaak. Dus dat is zeker het bekijken waard. Dan heb je ook nog het belang van scaling en load balancing. We hebben het net gehad over
pay-as-you-go versus reserved instances. En toen zeiden we gemakshalve van, nou, vanaf 330 uur is een reserved instance goedkoper. En daaronder pay-as-you-go. Maar dat geldt natuurlijk alleen maar als je de VM's ook daadwerkelijk uitzet. Als die niet meer gebruikt wordt. En daar moet je met WVD iets voor doen. Het eerste, dat ziet hij eigenlijk voor, is load balancing. Dat is gewoon een kleine tip. Hè. Als je load balancing doet met WVD, dat is vrij simpel. Je kan of breadth first doen, of anders kan je depth first doen. Als je met kosten bezig bent, of als je kosten je primaire oogpunt is, dan kan je het beste eerst depth first doen. Omdat hij dan in VM laat vollopen tot het hoogwaterpeil dat je hebt ingesteld. En pas dan gaat hij door naar de volgende. Bij breadth doet hij dat eerst in de breedte. Dus dan verdeelt hij mensen netjes over de alle VM's die beschikbaar zijn. Maar over dat load balancing verhaal, dus als je een personal VM hebt, dus één gebruiker die altijd dezelfde VM krijgt, is het belangrijk dat je die machine zo snel mogelijk uitzet nadat de gebruiker uitgelogd is. En het allerliefst zou je ook willen dat die VM deallocated is en alleen maar aangaat als die gebruiker ook gaat inloggen. Dus als hij op het icoontje klikt. Nou, daar hebben wij nu aangekondigd dat het is aan te komen. Diverse partners, waaronder Nerdio, hebben daar ook allemaal prachtige oplossingen voor. Dus ik zou zeggen, kijk daar zeker naar. Hè. Het zal altijd zo zijn dat onze partners meer blijven bieden dan dat wij out of the box geven. Maar dit soort functionaliteit, zeker met personal desktops, is heel erg aan te bevelen. Maar het geldt eigenlijk net zo hard voor pooled scenario's. Daar hebben we onze scaling tool voor. Hè. Dus het aan- en uitzetten op het moment dat de gebruiker inlogt speelt wat minder. Maar de juiste hoeveelheid VM's beschikbaar hebben, dat speelt meer. En daar hebben wij een scaling tool voor. Eerlijk gezegd zou ik zeggen, dat is ook wat een stuk minder fancy dan wat onze partners bieden. Maar sommige mensen kunnen ermee mee uit de voeten. En wat je daarmee kan doen, is dat je een hoeveelheid VM's kan aangeven die er beschikbaar moet zijn voor een workload. En naarmate de workload groeit, de hoeveelheid mensen groeit, worden de VM's, additionele VM's aangezet. Dat is nu nog in de script. Maar er komt een portal geïntegreerde versie aan. Maar ook hier geldt, hè, er zijn partners die eerlijk gezegd veel mooiere oplossingen hebben die nu al beschikbaar zijn. Dus dat is zeker iets, denk ik, wat het overwegen waard is. En dan het laatste stukje is, dat weten jullie waarschijnlijk allemaal, we komen soms klanten tegen die dat niet goed begrijpen, maar voordat je een VM kan uitzetten, is het heel erg te adviseren dat je daarmee ervoor zorgt dat alle gebruikers uitgelogd zijn. Want anders zullen ze niet heel erg blij met je zijn. Maar als ze dat niet doen, zijn er gewoon policies die al 20 jaar oud zijn die je kan instellen. Om ervoor te zorgen dat mensen na een bepaalde periode van inactiviteit gedisconnect worden en of de sessie geterminate wordt. Maar dat is minstens net zo belangrijk als het aan- en uitzetten van de VM's. Bij voorkeur loggen mensen netjes uit. Ja, dat is niet altijd het geval. En dan zijn er policies die je kan instellen. Dan hebben we nog het tuning / optimalisatie / tweaking verhaal. Ook heel belangrijk. Ook mooi om te zien dat in de jaren dat Microsoft wat meer aandacht heeft gekregen voor de virtuele desktop, is dit nu ook iets geworden waar wij iets van vinden. Vroeger was het een vies woord om Windows te tunen, maar eigenlijk is het al heel erg lang een best practice, hè, onder de niet-Microsoft mensen in het veld, om het maar zo te zeggen. En dat is omdat als je Windows is gewoon een heel groot OS en kan ontzettend veel dingen, maar er zijn gewoon sommige dingen die gewoon compleet nul nut hebben op een virtuele desktop. Ja, en als je dat weet, waarom zou je die dan niet uitzetten? Want alles kost toch een beetje CPU, toch een beetje RAM, toch een beetje I.O. En je moet daar zoveel mogelijk in uitzetten. En daar hebben wij inmiddels onze eigen optimization recommendations voor. En er is volgens mij zelfs een script die dat voor je runt. Dus neem dat ook zeker in overweging. Het is natuurlijk altijd, hoe meer je tunt, hoe groter de kans dat je iets kapot maakt. Maar daar ergens tussenin ligt de waarheid die, denk ik, de financiële moeite waard is. Dat was het VM-gedeelte. Dan gaan we over naar het stukje wat iets minder impact heeft op de overall cost. Dat is storage.
ook hier geldt, hè, weliswaar in iets mindere mate, maar die optimalisatie tool is, die heeft ook baat bij, bij storage. De storage requirement, niet zozeer disk space, maar wel I.O. Dus dat is iets wat het overwegen waard is. Voor het gebruikersprofiel is sowieso onze best practice om EVS-Logix te gebruiken. Dat betekent niet dat je geen andere dingen mag gebruiken, maar onze best practice is om EVS-Logix te gebruiken. En heb je daarna het vraagstuk van nou, waar ga ik mijn EVS-Logix profiel opslaan? Jullie weten waarschijnlijk dat het op een file share moet. En er zijn een flink aantal keuzes die je daarin hebt. In een notendop is het zo dat als je echt 100% voor de kosten gaat en je weet, je weet heel erg veel van het I.O. Van de I.O. footprint van jouw EVS-Logix workload, dan is Azure File Standard de beste keus. En de reden waarom ik het heb over die I.O. Footprint is omdat bij Azure File Standard betaal je los voor transacties. En dat is niet veel. Hè. Dat is eigenlijk best wel een klein bedrag voor de hoeveelheid I.O. die je krijgt. Maar dat maakt het wel onvoorspelbaar. Hè, dus stel je voor, het is in één keer 10 keer zoveel dan jij had kunnen voorzien. Dan ben je uiteindelijk duurder uit met Azure File Standard dan met Azure Files Premium. Want bij Azure Files Premium heb je geen, betaal je niet voor transacties. Het is gewoon een vast bedrag en je hoeft verder niet te betalen per I.O. operation. Dus als je niet zeker bent, of als je niet absoluut zeker bent van die I.O. workload van EVS-Logix, dan is de beste price-performance ratio Azure Files Premium. En dat zeg ik niet omdat Stefan nu bij NetApp zit, maar als je voor de Mercedes wil gaan, dan is Azure NetApp Files hetgeen wat we het meest gebruikt zien worden, vooral bij de wat grote organisaties. En dan heb je als laatste nog Storage Spaces Direct. En ja, dat is eigenlijk iets wat we niet adviseren. Maar sommige mensen hebben nog de behoefte om een file server neer te zetten. En dan kan je dat doen. Dan hebben we verder nog iets over de OS-disk. Dus je hebt de virtual machine en dan heb je uiteraard een losse disk die je nodig hebt om het OS op te slaan. Op zijn minst heb je dat nodig. Er zijn ook een aantal keuzes in. Je hebt de premium SSD, de gewone SSD, de HDD en de ephemeral disk. En in een notendop is het, en dat zal Bas misschien ook wel leuk vinden, is het mijn persoonlijke mening dat je een ephemeral disk moet gebruiken waar je kan. Het probleem alleen is dat ephemeral disks zijn binnen Azure bijna niet bruikbaar, omdat je met een ephemeral disk kan je een VM niet uitzetten. Tenminste, dan ben je die disk kwijt. Die wordt gewoon vernietigd. Volgens de stand van zaken die ik ken vandaag de dag. Maar als je WVD goed inricht, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Want het is, als je het heel erg goed doet, is het extreem non-persistent. Dus het feit dat je iedere keer begint met een compleet nieuwe OS-disk, ja, dat is eigenlijk juist wat je wil. Het is wel zo dat je binnen WVD zelf en de deployment mechanismes die er zijn met WVD Native, kan je niet een ephemeral disk selecteren. Dus je zal iets anders moeten doen. Dus zelf gaan scripten of iets zoals Nerdio gebruiken of iets anders. Maar het is zeker het bekijken waard. Want afhankelijk van hoe groot je VM's zijn, stel je voor je hebt veel kleine VM's en heb je dus ook veel OS-disks. Dan kan de kost van OS-disk storage kan tussen de, nou, laten we zeggen, tussen de 10 en de 25%, of tussen de 10 en de 20% van je overall WVD-kost is de OS-disk. En dus als je die tussenuit kan knippen, dan bespaar je ook een hoop geld. Maar dat zou wel wat investeringen verlangen van in de manier waarop je die disks managed. En dan gaan we naar het laatste stukje toe. Networking. Dan is het belangrijkste wat je kan vertellen. Is dat als je praat over WVD Native, is het op dit moment zo dat als jij als gebruiker de WVD client opent en je klikt op een app, dan gaat de client die gaat praten met Azure Front Door, dat is een Azure service, en die gaat bepalen, heel kort samengevat, waar de dichtstbijzijnde
RD Gateway is. Hè, of de Control Plane noemen wij dat ook wel. Hè, dus in ons geval is van Amsterdam het meest dichtbij. Maar er zijn ook plekken in de wereld waar je niet per se kan voorspellen welke het dichtstbij is. Dus dat is het eerste wat er gebeurt. En dan kan het zo zijn dat als wij hier in Nederland komen uit in de regio Azure West Europe, heet dat dan. Als jouw VM's daar ook staan, dan betaal je niet voor WVD-traffic. Dus dat, uiteindelijk is dat het geëncrypte TCP-WVD-verkeer. Als jouw VM's staan in, noem eens wat, in Centraal Duitsland of in Frankrijk, dan is de RD Gateway Service dus op een andere plek dan de VM. En dan betaal je wel voor WVD-traffic. En specifiek gezien betaal je dan voor het verkeer tussen twee Azure regions. Dat is niet veel. Je ziet hier de 50 terabyte kostte toen de tijd toen ik screenshot maakte iets van $1000. Maar het is niet gratis. Dus dat is ook iets wat je kan meenemen in je kostenverhaal. Dan hebben we nog iets wat ik ook wilde meegeven. Soms komen we klanten tegen die heel erg belangrijk, of nou, die heel erg gehecht zijn aan hun firewall of security processing unit of internet filtering apparaat. Maakt niet uit wat het is, maar het staat vaak on-prem. Het probleem wat je dan krijgt is dat een klant die, of de gebruiker werkt in WVD, bijvoorbeeld in West Europe. En die doet een internetverzoek en dat gaat bijvoorbeeld via een proxy die on-prem staat. En dan ga je dus uit Azure naar on-prem, daar betaal je voor, dat is uitgaand Azure verkeer. En vervolgens wordt het daar verwerkt, dan gaat het weer terug naar Azure en dan ga je via Azure weer naar buiten of je gaat via de firewall naar buiten. Dus dat is performance technisch gezien niet handig en het is ook niet kostenefficiënt. A, wees je bewust van die traffic flows en B, onderzoek of je dat niet in Azure kan doen. Dat zeg ik niet omdat ik graag wil dat je het in Azure doet, maar het is gewoon financieel niet zo handig. En er zijn soms zijn er opties binnen licenties die mensen al hebben van Microsoft. Dus Defender ATP Advanced Threat Protection heeft ook iets met internet filtering. Maar een heleboel van die vendoren, die hebben ook appliance-achtige dingen in Azure die dezelfde functionaliteit geven en soms hebben ze zelfs gebruikrechten erop afhankelijk van wat voor licentie je hebt. Dus bekijk dat ook, want dat kan wel in de cloud lopen qua netwerkverkeer. Hetzelfde heb je over Express Route. We hadden het net over die OS disk, dat je premium disks hebt waar je niet betaalt voor transacties, maar gewoon een vast bedrag per maand. Dat heb je ook met Express Routes. Dan moet je wel heel veel data genereren. Maar als je dat doet, kan je eigenlijk heel makkelijk uitrekenen. Is het meer rendabel voor mij om een fixed express route te nemen? Of is het handiger als ik gewoon betaal voor iedere transactie? Dat kan toch hard gaan. Stel je voor, je hebt een database server of een aantal database servers on-prem nog, om wat voor reden dan ook. Of een andere backend. En die zijn heel chatty. Dan kan dat verkeer best wel flink oplopen. Zeker als je een grote omgeving hebt met duizenden gebruikers. Dan kan dat hard gaan. Nou, dan heb ik nog wat laatste randomized tips. De eerste is heel erg belangrijk. Deze URL, die ken je, of deze, dit plaatje ken je misschien, dat heette vroeger de Save URL List. Maar het belangrijke verhaal is dat er is een lijst van URL's die je binnen WVD niet mag blokkeren. En het probleem daarvan is een beetje dat als je die URL's blokt, of een aantal van die URL's blokt, dan kan het lijken dat WVD het prima doet. Maar één probleem is dat je vroeg of laat ga je tegen problemen aanlopen, omdat alle WVD-functionaliteit die access tot die URL's nodig heeft. En het andere probleem is als je een supportticket aanmaakt en ze zien dat je die URL's blokkeert, dan wordt je supportticket niet aangenomen totdat je die lijst openstelt. Dus dat hebben wij niet zo goed gedaan. Noemen wij het de Save URL List. Wat bij mij doet overkomen van dit mag je openzetten als je dat eventueel wilt. Maar dat is het niet. Je moet vanaf alle session hosts beschikbaar zijn. Als dat niet lekker gaat, dan kan je in die eventlog kijken en dan zie je deze dingen voorbij komen. De agent probeert het te checken. Dus dan krijg je een warning volgens mij. Of een Azure Advisor. Kan je ook onder Operational Excellence. Komen daar ook meldingen over als die URL's niet beschikbaar zijn. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je weet dat dat altijd goed beschikbaar is. Azure Monitor is ook... Michel?
Ik ga even heel onbeleefd inbreken, omdat ik zie dat Stefan ook enthousiast in de chat zegt dat het 8 uur geweest is. Ja. En we niet je huwelijk op het spel willen zetten. Nee, ik, heel erg lief van jou. Ik heb net mevrouw nog even het 5 minuten teken gegeven. Dus... Top. Nee, oké, okay, maar dan, maar net zeggen, dan zitten we op dezelfde pagina. Hou ik mijn mond weer, laat ik je verder gaan. Ja, dankjewel. Wel heel erg lief hoor, dankjewel. Een van die laatste tips is dan een Azure Monitor. Hè. We hebben je misschien in een andere sessie al wel eens gehad, maar hetgeen wat interessant is voor directe kostenheving is dat je voor het eerst met WVD Native dan kan zien hoe je VM's gebruikt of juist niet gebruikt worden. Hè. Worden ze gebruikt zoals jij dacht dat ze gebruikt zouden gaan worden? En met de hoeveelheid gebruikers per core of juist misschien meer of misschien minder. Dus dat is heel goed om te zien. Het is nog een preview, hè, maar dat is zeker ook... Het bekijken waard. En dan tot slot, ja, we vinden het altijd belangrijk dat, dat mensen het maximale halen uit hun licenties. En een van die dingen is dat je, als je WVD gebruikt, heb je waarschijnlijk al een licentie die je het recht geeft om MFE te gebruiken. Dus dat, doe dat vooral, al is het alleen maar vanwege security en allerlei enge dingen die er tegenwoordig meer en meer gebeuren. Dus gebruik MFE. En je kan ook Conditional Access gebruiken om nog een laag van security toe te voegen. En een andere tool, is wat minder technisch, maar wel belangrijk, is dat je, als je het niet doet, zou ik adviseren om regelmatig Azure Cost Management en billing te bekijken. Daar doen we verrassend veel aan om ervoor te zorgen dat klanten het maximale halen uit Azure. Dus daar kan je naar kijken. Dat wordt ook regelmatig bijgewerkt. Dus eigenlijk maandelijks komen daar nieuwe features bij. Dus dat is best een dynamische feature. Azure Advisor is hetzelfde. En dat is allebei gratis. Maakt niet uit hoe groot of hoe klein je omgeving is. Dat krijg je automatisch. Dus dat is zeker iets wat ik adviseer dat je bekijkt. En dat was hem. Wat mij betreft. Dus ik heb nog tijd voor 2 minuten aan vraagjes, indien die er zijn. En anders dan mag je me op dit e-mailadres spammen. Hebben nog wel 1 vraag uit de chat. Dat is van, even kijken, het gaat over in de Azure Calculator is voor een premium P30 disk of hoger geen optie om deze te zien van een reserved instance. Is dat, gaat het aangepast worden of kan dat gewoon niet? Weet je dat toevallig? Last time I checked, maar dat is alweer een maandje of 4 geleden, denk ik. Ik kon het bij P30 wel, maar misschien is dat inmiddels veranderd. Dus je kan het niet zien in de Azure Portal, zeg je? Dat, ja, in de Azure Calculator kan het niet gecheckt worden. Oké. Okay. Ja, misschien dat dat daar niet in zit dan, dat weet ik niet. Maar het kan wel, in ieder geval. Last time you checked. Ja, 4 maanden geleden komt het nog. Hè. Dus misschien dat het inmiddels veranderd is. Hè. De prijs van premium SSD is bijvoorbeeld ook omlaag gegaan. Dus misschien dat het daarmee dan is komen te vervallen. Maar ik zal eens de link opzoeken. Want ik heb het ook gewoon op moeten zoeken in onze interne documentatie. Of dat nog steeds zo is. We zien niet zo vaak gebruikt worden trouwens. Hoor, want dat is best een grote disk. Dus ja, heeft het ene weer het andere op eigenlijk. Zeker. Super. Nou, verder zie ik geen vragen in de chat. Tenzij er nu nog nabranders in de chat komen. Nou, dan vraag je graag per mail. Maar dan ga ik jullie verlaten. Maar bedankt dat ik hier mocht zijn. En heel veel plezier nog vanavond. En jij bedankt dat je deze sessie wilde geven. Super. Okay. Dankjewel. Michel, dankjewel. Jo, goedjes. Tot de volgende keer. Dan is het... tijd voor de presentatie van Sander. Yes. Sander, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik zal eens even kijken of het mijn presentatie doet het. Ik wil even kijken of ik mijn scherm kan delen. Dat is ook wel fijn inderdaad. Detail hè. Even zien, daar zijn we. Oh, ik zie nog iemand die een vraag heeft, klopt dat? Ik heb die gewoon geskipt. Of iemand steekt zijn hand in ieder geval op. Wil je, Adrie, wil je wat vragen? Of heb je gewoon je hand opgestoken per ongeluk? Ik denk dat hij wil te zwaaien of zo. Van, Ik wou zeggen, hij zwaaide. Zwaai terug. Helemaal super. Top. Sander, okay. Veel succes. Dank yes, wel thanks. Voor jullie hebben beeld. Jullie zien de presentatie? Ja, okay, zeker. Nou, welkom bij mijn deel van de presentatie rondom automation en Windows Virtual Desktop.
Ja, ik wil eigenlijk in deze presentatie wat dingen laten zien rondom automation. En wat kun je ermee en hoe ziet het dan uit in een WVD-omgeving? En daarin meenemen we eigenlijk de Shared Image Gallery. Ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet zo heel veel gezien heb binnen de diverse deployments. Ook niet op internet of zo, dus op zich denk ik wel interessant voor iedereen. Ik hou van een interactieve sessie, dus mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Dan probeer ik ze er gewoon bij in te improviseren. Belangrijk om te weten is wel dat dit dit kan een leidraad zijn, maar je hoeft niet per definitie ook de heilige graal te zijn. Het is een manier waarop. En dit is iets waar ik me comfortabel bij voel, dingen doen. En ook ik ben al steeds niet tevreden, maar ik denk dat we wel heel eens zijn. Laatste puntje. Mocht het saai worden, loop niet weg. We hebben dadelijk natuurlijk nog die open mic sessie, wat natuurlijk best wel ook interessant is. Dus dan is het even een half uurtje doorwijzen, maar moet goed komen. Ik heb maar even een introductiepagina voor elkaar gemaakt. Sander Roosemuller. We zijn momenteel werkzaam bij Unica ICT Solutions, al sinds 2014 eigenlijk al, dus bijna 7 jaar. Daarvoor heb ik bij andere partijen gezeten waar ik ook veel automation al deed. Inmiddels zit ik al sinds 2007 in dit vak. Persoonlijk doe ik veel aan sport, hardlopen. Bas van Kaam is inmiddels weg, maar die heb ik daarbij even toegevoegd op Strava. Verder heb ik twee jongens, jonge kinderen. En mijn verdere interesse is een stukje scripting, blogging. Ik ben met home automation bezig. Dus dat zijn altijd gewoon leuke dingen. Af en toe heb ik dan ook nog tijd om te werken. Wat doe ik dan tijdens mijn werk? Ik ben met name bezig met dienstontwikkeling. Dus het onderhouden van bestaande diensten. Maar ook zeker het ontwikkelen en doorontwikkelen van nieuwe diensten. Met name focus wel op natuurlijk de public cloud, Azure. En dan met name ook de focus rondom het onboarden. Dus het veel automatiseren van nieuwe diensten. Dus één druk op de knop en live. Een stuk beheer daarin. Dus onze beheerafdeling die kreeg natuurlijk ook een hoop daaruit. En hoe gaan we dat dan zo goed mogelijk oplossen? Ik probeer mezelf ook altijd wel flink uit te dagen op het werk. Om het project dan na te streven, hou het vooral simpel. Dus als je niet meer uit je eigen code kan komen, dan heb je het denk ik te moeilijk gemaakt. Probeer wel zo weinig mogelijk input te gebruiken binnen de scripts. Dus op het moment dat de script wordt uitgevoerd, wil ik toch eigenlijk wel dat de script voor zichzelf zoveel mogelijk gaat doen. Dus eigenlijk wil ik met één klein domino steentje ervoor zorgen dat eigenlijk de rest gaat lopen. Wat eigenlijk binnen automation vaak een heikel punt is wat is generiek en wat is specifiek. Met name als een IT-dienstverlener waar we natuurlijk veel klanten hebben. Heb je toch wel veel klantspecifieke zaken die je treft. Het is natuurlijk de uitdaging om op het dusdanig niveau te tillen dat je het eigenlijk generiek kan uitrollen met toch bijna een klein beetje specifieke zaken wat natuurlijk voor de klant is. Maar het automation maakt natuurlijk een stuk handiger als je het zo generiek mogelijk houdt. Waar werk ik dan voornamelijk mee? Een stukje PowerShell, YAML. Dan gebruik ik natuurlijk ARM templates en voor de rest een beetje nieuwe ontwikkeling en is toch de rest API. En dat is wat mij voornamelijk hier bezighoudt. Ik heb nog je kunt me contacten via LinkedIn, twitter.com, er mist een R, dat klopt. De Twitternaam mag niet langer zijn dan dit. En onlangs ben ik ook gestart met het maken van blogartikelen. Ik vind het erg leuk om kennis te delen. En om zo met z'n allen er wat moois van te maken. Mijn blog is behoorlijk specifiek gericht nog op Windows Virtual Desktop. Dus dat sluit natuurlijk enorm goed aan bij wat we vanavond aan het doen zijn. Dus kijk vooral ook daar even, mocht je dingen rondom automation willen weten. En mijn laatste punt is een stukje automation. Redding, zeg maar even. Automation is meer dan een script. Ik denk dat onder andere Esther daar best wel kan beamen. Een script is uiteindelijk maar gewoon een stukje output van een automation. Daar gaat natuurlijk veel meer aan te grondslag. En dat zal ik ook proberen om er tijdens de demo wat van te laten zien. Agenda van deze sessie. Ik wil even wat meenemen in een stukje basis Windows Virtual Desktop. Dus wat voor componenten hebben we daarin en wat gebruiken we dan tijdens de deployment. En dan hebben we de Shared Image Gallery. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
Wat is dan de shared image gallery? Wat kun je ermee? En hoe zetten we het in? Heb ik wat praktijkdingetjes waar we tegenaan zijn gelopen. Dus waar helpt ons de shared image gallery ons? En hoe zetten we het dan ook daadwerkelijk in? Dan heb ik een filmpje opgenomen waarin ik de demo laat zien. Het is een vrij lange demo van een uur, maar die ga ik natuurlijk niet helemaal laten zien. Dus we gaan hem even doorspoelen. Maar dat is eigenlijk de gele deployment vanuit DevOps voor een WVD met de image gallery. Dan ga ik nog een stukje vertellen over hoe je eigenlijk dan begint aan dit hele stuk. Dus je hebt vanavond natuurlijk best wel veel informatie. Niet alleen van mij, maar van anderen ook. En wil je dan toch iets geautomatiseren, dan wat zijn dan in ieder geval de beginhandvaten om ermee te kunnen starten. En ik heb nog een stukje image version control. Dus hoe hou je nou je images onder controle? Wie gebruikt wat? Waar zet je het in? En hoe nu verder? Nou, dit is eigenlijk, ik heb even een basisplaat gepakt voor Windows Virtual Desktop. Welke componenten hebben we daar dan in? We hebben gewoon voor de complete WVD-omgeving natuurlijk een native Azure Directory of Active Directory nodig. Hij zit aan deze kant. Die mag een Azure VM zijn. Het moet wel gewoon een native Active Directory zijn, dus geen Azure AD. We hebben natuurlijk een stuk networking. Dan hebben we de hostpool, application group en de session hosts. Wat ik met name zie binnen de huidige, in ieder geval wat mijn ervaring is, dat het WVD best wel goed werkt. Maar ik zie ze vooral zonder een shared image gallery. En wij zijn toch best wel van overtuigd dat het voor een IT provider, dat het best wel een goede redding kan zijn. Ik zal dadelijk wel even, of ik pak dadelijk in de volgende dia's, zal ik uitleggen waar wij dan onder andere tegenaan zijn gelopen. En waarom we dus denken dat een image gallery daar ons best wel goed in kan helpen. Even het klein beetje de plaat uitleggend. We hebben natuurlijk aan de linkerkant de clients. Dan hebben we in het middelste stuk de WVD stuk wat Microsoft voor zijn rekening neemt. De web access, dat is natuurlijk de URL waar je op verbindt. En die presenteert dan de groups waar je dan bij kan. Wij gaan ons met name focussen nu op dit stuk. Dus de desktops, applications. Ik ga geen applicaties installeren. Maar dat is natuurlijk iets wat we zelf moeten deployen. Ik ga er in dit geval vanuit dat ik al een Azure of een Active Directory heb. Het is dan wel een Azure VM. FS Logics nemen we nu in dit geval even niet mee. Hou even buiten scope. We hebben de Shared Image Gallery. Wat is dat nou eigenlijk, een Shared Image Gallery? De gallery zelf, dat is een resource wat fungeert als de primaire plek waaruit de images kunnen worden gedeeld. Dus je moet eigenlijk voor je zien dat dat een grote bak met images is die jij kan distribueren over verschillende subscriptions. Mits natuurlijk de subscriptions de juiste rechten hebben. Dan hebben we de Image Definition. De definitie is een aanduiding van de image zelf. Dus hoe ziet het image eruit? Is het een Windows image? Is het een Linux image? Is die gegeneraliseerd? Is het een specialized image? Dus voor de user zelf, zeg maar. Dan hebben we natuurlijk de bron. Dus waarvan is een image gemaakt? We hebben, wat je van Michel ook al hoorde, de Windows 10 multisession is toch wel de best practice eigenlijk. Dus wij gaan ook vanuit voor deployment uit van een Windows 10 image. en dan daar binnenin, in die image definition, met daarbij de bron, heb je de image versions. En dat is uiteindelijk wat het allemaal om te doen is. Dat je dus versioning kan toepassen op je images. Even kijken of ik dan alles een beetje heb besproken. Ik zal... De Image Speller Gallery in de praktijk. Als IT-leverancier, met name als je veel klanten bedient. En dan ook Windows Virtual Desktop in dit geval. Dan wil je in controle zijn over je klanten en over je gebruikersomgevingen. Dus je wil voorkomen dat je verrast wordt. Onze ervaring is eigenlijk, bij de meeste installaties gaat het natuurlijk goed.
Maar ja, de meest hardnekkige installaties, dat zijn vaak installaties die pas na verloop van tijd toch problemen geven. Het kan natuurlijk zijn een softwarebugje, het kan een foutieve installatie zijn. Of misschien toch een tijdsdruk, van, dat de klant heeft gezegd, van, zet maar live en we zien wel even waar we komen. En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het verkeerd of niet getest is zelfs. En dan kom je dus eigenlijk achter dat je na verloop van tijd op een image zit die misschien net niet helemaal goed lekker is weggezet. Of misschien de sysprep niet goed gegaan is. Of dan kom je toch best wel tegen rare zaken aan te lopen. Ja, wat is dan vervelend? Dat je dan een Windows Virtual Desktop omgeving hebt waar je dus geen versioning toepast, maar dat je dus een installatie op een session host doet. En dat je dan toch net ineens een installatie ertussen hebt zitten die niet lekker is. En dan kom je eigenlijk dus niet verder. En dan ben je dus je oude session host ben je kwijt. Ja, dan wordt het wel een flinke uitdaging om daar, ondanks dat je misschien wel heel veel dingen geautomatiseerd deployed. Even terug vervallend op de sessie die Jordi in de vorige meeting gaf. Dat is natuurlijk het ultieme natuurlijk, maar ja, weet je, er kan natuurlijk altijd ergens onder water ook iets misgaan na verloop van tijd. En dan is het wel lastig om daar dan uit te komen. Dus je wil eigenlijk voorkomen dat je dus de verrast wordt. De laatste erbij zetten. Nou, wat is dan het mooie in het praktijk als je dan de image gallery gaat gebruiken? Nou, je kan natuurlijk qua versioning altijd terug naar een vorige versie. Dus op het moment dat je een versie live gezet en je weet dat die echt goed is. En je gaat na verloop van tijd, ga je hem updaten omdat een applicatie dat nodig heeft. En dan weet je in ieder geval zeker dat je een vorige versie hebt die gewoon goed werkt. Dus dat is in ieder geval een fijne achter de achterbak, zeg maar. Dus stel dat je wat hebt, dan kun je in ieder geval ook snel terug. Zonder dat de klant daar enorm veel last en hinder van heeft. Sluit wel even mooi aan. Het volgende punt is eigenlijk kostenbesparing. Je betaalt natuurlijk per resource in Azure. Ondanks het feit dat misschien een VM uitstaat, betaal je toch voor een stukje storage, een stukje networking. Als je een image gallery gebruikt, dan zou je in theorie veel sneller van een oude sessiehost afscheid kunnen nemen. Je kunt eigenlijk als de sessies er allemaal af zijn, zou je ze eigenlijk naar deployment, de nieuwe sessiehost, zou je eigenlijk de oude ook per direct kunnen verwijderen. Mocht dan toch blijken ergens dat het niet in orde is, dan kun je in ieder geval terug. Dus die zekerheid heb je dan. Een mooie bijkomstigheid is dat je een schone tenant overhoudt. Als je een Windows Virtual Desktop omgeving hebt die meerdere sessiehosts heeft, als je een gedeelde hebt, dan kan het nog meevallen, maar heb je echt gepersonalized. Dus echt het VDI-principe van Citrix, waarbij je misschien wel 100 of 200 sessiehosts hebt. Ja, je moet er dan eerst 200 naast zetten, omdat je met images werkt. Ja, dan wordt het al snel een zootje. En probeer dan na verloop van tijd maar eens de juiste er weer uit te vissen. Dus dat is best wel kan een zoektocht worden. Dus op deze manier kun je je tenant aardig schoon houden. Als laatste punt, ik moet zeggen, wij gebruiken het niet, maar dat is eigenlijk image sharing. Dat zou eigenlijk de definitie van de shared image gallery moeten zijn. Wij hebben er zelf voor gekozen om om per klant een image gallery neer te zetten. Misschien dat we op de verloop van tijd wel één centrale image gallery gaan bouwen waarin toch wel wat images, generale images gaan neerzetten bij al onze klanten. Maar goed, we merken toch eigenlijk wel dat dat elke image toch best wel ook nogal verschillend kan zijn. Ja, dan heb je eigenlijk een gedeelde image over al je klanten niet zo heel veel op dat moment. Ja, en als laatste punt voor ons is, we zijn een MSP'er die op dit moment nog behoorlijk Citrix geschoold is ook met name. En we zijn dus ook wel enorm gewend aan het werken met Citrix Provisioning. Waarmee je natuurlijk ook met een golden image werkt. Dus het hele golden image principe zit ook behoorlijk verweven in onze bedrijfsprocessen en automation die daar draaien. Dus dit sluit daar perfect op aan. Dus het is ook een klein beetje gemakzucht. Dan heb ik nu nog de demo. Waar ga ik eigenlijk in instantie van uit? In eerste instantie ga ik uit van het feit dat er een Active Directory bestaat. Zoals ik al zei, er mag een Azure VM zijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon een lokaal on-premise dingetje zijn met een hybrid constructie. We hebben natuurlijk een VNet, dus de Active Directory die zit gewoon in Azure, daar kunnen we bij. En we kunnen daar een subnet van WVD aan toevoegen.
Dan ga ik verder in de demo ga ik de volgende onderdelen dan neerzetten. Dat is een NSG, Network Security Group. Dat doe ik middels een ARM template. Dan pakken we een subnet die specifiek voor WVD is bedoeld. Dat gaat ook via een ARM template. Die koppel ik aan elkaar dadelijk. Dan maken we een availability set. Dan maken we een virtual desktop hostpool aan. Dan zetten we de gele image gallery zetten we neer. Dus de ARM of de gallery en de definition. Maar dit hele blok gaat allemaal via een ARM template. Op zich niet zo heel erg spannend. We hebben wel die ARM template zelf gemodificeerd. Dus wel verzorgd dat de juiste output eruit komt. En dat de juiste naamgeving wordt gegenereerd. Dus het is niet even een ARM template die vanuit Azure gehaald is. Daar zijn we uiteraard wel begonnen. En we hebben hem daar een eigen wens verder ingericht. Ja, en dan komen eigenlijk de twee blackboxen komen dan eronder te liggen. Dat is het aanmaken van een initiële image in de image gallery. En dan vervolgens wordt er op basis daarvan wordt er een sessiehost neergezet. Dat gebeurt beide met PowerShell. Er zitten toch wel wat draaide onderdelen in die denken aan het aanmaken en genereren van user accounts lokaal op de VM om dingen te kunnen doen. Denk aan het sysprepen, denk aan een snapshot maken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk zal die sessiehost ook middels PowerShell worden neergezet. Gebeurt wel op basis van een configuratie template. Dus er zit wel een ARM template in verwerkt. Maar daarbovenop wordt bijvoorbeeld ook een hostpool token gemaakt en dat soort zaken. Dan ga ik even kijken of ik die plaat ervoor kan krijgen. Want ik weet niet of ik mijn scherm heb gedeeld. Even kijken hoor. Hebben jullie de film ervoor staan nu? Wij zien een DevOps-scherm en een Azure-scherm. Ja, nice. Okay. Ik heb even een splitscreen gemaakt. Aan de linkerkant de DevOps-omgeving en aan de rechterkant de Azure Portal. Nou, ik ben nog niet zo heel erg bedreven met editing, dus ik heb nog wat scripts die hier zo in staan. Ja, ik ga even uit dat het redelijk discreet mee om wordt gegaan. Wat er eigenlijk gebeurt in eerste instantie is een... We pakken de pipeline aan de linkerkant. Daar vul ik in een hostpoolnaam, resource group waar die in moet. En de prefix voor de VM's. Nou, dan klikken we natuurlijk op run. En dan ga ik even de tijden erbij pakken. Want we gaan natuurlijk niet de hele film afkijken. Volgens dat hij nu weg is. Even kijken, waar is hij nou? Yes. Gaan we even een beetje doorspoelen naar de momenten dat wat gebeurt. Je wordt eigenlijk, we hebben in eerste instantie natuurlijk de beeld gehad, dus worden de files opgehaald. Dan wordt eigenlijk in eerste instantie wordt de landing zone neergezet. Dus dat is het deel van de Network Security Group en de subnet. Dan wordt ook uiteindelijk wat in eerste instantie wat zaken gedeployed. Ja, ik zag al staan Steven, de asset mask inderdaad, gewoon eens even bekijken. Dat is een goede suggestie. Gewoon hier doorspoelen. Nou, hier wordt de resource neergezet. Dus het gebeurt allemaal nog op basis van een ARM template. En daar hebben we de generieke zaken in gezet. Dus je moet je voorstellen dat het ARM template zelf, daar wordt de naam bijvoorbeeld van het subnet ingezet. Zodat we eigenlijk altijd weten dat het een WVD subnet ook inderdaad het WVD subnet is. Daar zit natuurlijk een parameterfile van de klant onder met betrekking tot het netwerksegmentje waar het dan in moet. Dan loopt hij door. Even een klein beetje doorspoelen. Nou, dan gaan we door met het deploy van de image gallery. Nou, je ziet hier nog even dat aan de rechterkant het subnet inderdaad is neergezet. De download even skippen. Zo. Nou, hier wordt de image gallery neergezet. Ook op basis van een ARM template. En daar hebben we eigenlijk, er zit een
eigenlijk helemaal geen klantspecifieke zaak in. Dus dit kunnen wij bij elke klant op deze manier neerzetten. Uiteindelijk is die ook klaar. Gallery is aangemaakt. En dan wordt hier de image version neergezet, of de definition neergezet. Dus het gaat hier om een Windows 10 machine of een multi-session image, waarbij die gegeneraliseerd is. Dus wij gaan één image gebruiken voor meerdere hosts. Spoel ik hem even door. Dan wordt hier de availability set wordt geplaatst. Dit zit ook in de template van de WVD hostpool zelf, als je die uitrolt. We hebben ervoor gekozen om uit elkaar te trekken. Omdat de template die je vanuit de WVD zelf krijgt, als je die zou downloaden, die is best wel immens. En het valt nog niet mee om daar ergens onder water een vinger echt achter te krijgen. Ik heb straks ook wel een slide waarin ik wat suggesties meegeef waar je moet beginnen. En dan refereer ik er ook nog even naar. Nou, dan wordt hier in de volgende stap wordt die hostpool geplaatst. Nou, we hebben nu toevallig eentje voor personal staan, een testje geweest. Maar er komt nu dadelijk een eentje bij vanuit die DevOps heet. Nou, dat is dus de naam die ik dus vooraan al aangaf in die pipeline. Nou, initiëren doet even lang. Even doorspoelen. Nou, je ziet dat die hier... Is die inderdaad aangemaakt, de hostpool DevOps. Er zit nog geen session host in. Nou, dan komen we eigenlijk in de volgende stap uit. Dat is het maken van de VM. Dus we gaan nu, wat we eigenlijk doen onder water, is nu in eerste instantie een VM deployen. Daar hebben we gezegd, we willen daar gewoon een Windows 10 multi-session image hebben. En daarin zit dus een template onder met een standaard... een standaard netwerk en een hardware config van de VM. Dus welk type VM het is, hoe groot het disk is, memory, dat soort zaken, noem maar op. En dat geldt gewoon voor... We hebben daar een aantal vaste templates voor, dus we kunnen kiezen van welk type VM willen we eigenlijk gaan plaatsen. Die VM is nu bezig. Ik zal hem even een klein beetje doorspoelen. Hier zie je dat die VM ook inderdaad wordt aangemaakt. Dat is het VM Initial in dit geval. Daar wordt dus een netwerk aangemaakt, dan wordt een VM aangemaakt en zo verder. Die VM heeft verder nog geen Azure of geen domain join of iets dergelijks. Het is gewoon een kale VM. Nou, die is hier aan het creëren. Dit creëren, dit kan even duren, dus daarom spul ik hem ook even door. Nou, je ziet dat hier nog de deployment nog uitvoert. En dan de volgende stap is als jij een image version wil maken. Daar gaan we nu naartoe, naar de volgende stap. Dan moet jij hem, als je hem gegeneraliseerd hebt, moet jij hem gaan sysprepen. En belangrijk om te weten is, als je gaat sysprepen, dan komt daar een soort van teller in het register te staan. En volgens mij is het zo dat hij nog steeds op een maximaal aantal sysprep van 8 staat. En daarna is van vlot in ieder geval het support. Ik weet niet of het daarna niet meer werkt, maar in ieder geval het support vervalt. En dat is natuurlijk best vervelend. Dus wat we eigenlijk doen in eerste instantie is, we maken een kale VM. En daar hebben we nog helemaal niks mee gedaan. Daar maken we eerst een snapshot van. Dus we hebben in ieder geval een VM zonder sysprep. En die wordt vervolgens aangemaakt. En daarna wordt hij dus door middel van een remote PowerShell command wordt hij dus wordt er eigenlijk sysprep uitgevoerd. Dus die wordt eigenlijk rechtstreeks in de VM uitgevoerd. Nou, dat zie je ook in de taak executing sysprep. Die zie je nu links staan. Nou, dan komt er eigenlijk een testje van dat hij klaar is. Dus de VM wordt netjes vanuit de sysprep command wordt hij gestopt. Zorg ook inderdaad voor dat hij, als hij gesysprep wordt, dat hij gestopt wordt vanuit het OS. En niet dat je hem zelf gaat stoppen, want hij namelijk gedeallocate en dan ben je hem kwijt. En dan kom je er niet meer bij.
Dan valt hij ook niet meer te starten. En dan, dan moet je opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk wel jammer. En dan begint eigenlijk het lange wachten. Op het moment dat dus die snapshot of die image klaar is, dan kun jij rechtstreeks vanuit de VM kun jij een image version gaan maken. En voorheen had je daar eerst nog een snapshot voor nodig, maar die is er inmiddels tussenuit. Dus je kan nu rechtstreeks vanuit een imagebron aangeven waar hij dan een image version van moet maken. Nou, dat kan echt, dat duurt echt best wel lang. Ik heb hier zelf, ik heb zelfs eentje gehad, dat duurde dusdanig lang dat zelfs mijn pipeline ermee stopte. Die viel echt gewoon in de timeout. Dus ik heb dat uiteindelijk nog een keer moeten doen. Deze viel wel aardig mee. Die was echt 20 minuutjes of zo. Ik zal hem heel even doorspoelen. Ik heb mezelf nog een keer, ik vertrouw het zelf niet. Dus ik heb mezelf nog even een keer in een ander scherm geopend. Om te kijken van, wat doet hij nou? Maar hij was inderdaad wel bezig met iets. Dus het klopt ook wel. Nou, je ziet ook wel dat de teller al wel flink oploopt aan de linkerkant. Wat je ziet aan de rechterkant is dat hij inderdaad gewoon creating is. Replication stages. En volgens mij zit daar ook een beetje het hangijzer op dit moment. Dat hij dus hij gaat repliceren over meerdere regio's. En dat kan volgens mij best wel, of dat duurt best lang. Ja, uiteindelijk als het langer wachten wordt beloond dan met een mooie VM, dan is het alleen maar goed. Nou, hij blijft nog steeds op creating staan. Nou, uiteindelijk heeft hij meer aangemaakt. En dan begint eigenlijk het deployen van de sessiehost. En wat we eigenlijk doen vanuit de sessiehost, dat is ook weer op basis van in eerste instantie een ARM template voor een VM. En daar geven we dan aan welke image die moet gaan gebruiken. Nou, dat komt eigenlijk allemaal uit de informatie die de DevOps pipeline ons levert. Dus die vertelt ons dadelijk die vertelt ons onder water welke image is aangemaakt, waar die staat en waar die kan ophalen. En zodoende weet dus onze deploymentstraat weer dat hij dus daar zijn image moet gaan ophalen en dat hij dus daarmee een VM moet gaan maken. Nou, en hier zie je dus dat hij de eerste VM aan het uitrollen is, met dus de prefix die we hebben aangegeven aan de voorkant. Nou, die loopt dan aardig uit. Kijk, komt hier wordt de domain join gedaan. En de rest van de extensies. Ik heb helaas geen screenshot meer dat hij ook inderdaad nog is gedeployed in de hostpool. Maar je mag aannemen dat het inderdaad het geval is. Dus dat is eigenlijk in het kort hoe dat dan eruit zou kunnen gaan zien. En deze pipeline die heeft, daar hebben we eigenlijk nul handen in wat dat betreft. We geven ook echt daadwerkelijk aan wat de hostpoolnaam is. Dat is handig omdat je soms klanten hebt en misschien meerdere hostpools. Dus je wil misschien wel, je kan niet zomaar van uitgaan dat die hostpool niet bestaat. Dat hij dus alles opnieuw aanmaakt. En daarna is er een stukje resource group en de prefix. Die zou je eventueel nog in de template kunnen oplossen. Maar dat is ook per klant verschillend. Dus wat we nu kunnen doen is deze pipeline oppakken, bij een andere klant neerzetten en dan kunnen we hem ook gewoon gelijk uitvoeren. Mits natuurlijk wel even het netwerk. Het enige wat we aan moeten passen is het netwerktemplate. Dat we dus even het goede netwerksegmentje erin zetten. Die zou je nog als parameter ook nog kunnen meegeven. Dan heb je middenmaal geautomatiseerd. Die even weer aan de kant. Ik zal het nadeel van de uitstap. De demo. Dan heb ik een. Stel dat je dadelijk helemaal klaar bent met je image gallery. Dan een nadeel kan zijn is dat je. Dat als jij een meerdere klanten hebt. Met misschien wel meerdere image galleries. Maar het zou ook eentje kunnen zijn. Maakt niet zo heel veel uit. Dan bestaat de kans dat je best wel het overzicht kwijtraakt. Helemaal als je nog aan het updaten bent. En je hebt zelfs klanten met misschien wel 2 of 3 versies waar je aan het stoeien bent. Je hebt misschien wel 15 klanten die het allemaal gebruiken. Dus uiteindelijk wordt het best wel een jungle van images, version, session host en noem maar op. Daar heb ik zelf wat voor bedacht. Dat ik dat, ik wil het toch eigenlijk wel inzichtelijk hebben. Helaas kun je vanuit de Azure Portal dat niet zien. Dus je kan, je hebt niet een mooi overzicht met alle sessiehosts en wat jij gebruikt qua images en zo verder. Dus ik ben zelf aan de slag gegaan. Ik heb een custom query gebouwd op de Log Analytics Workspace die wij gebruiken. En die custom query die,
Ja, daarmee kun je informatie ophalen uit die Log Analytics Workspace. En ik heb daar een query voor gebouwd die ons eigenlijk alle sessie-hosts ophaalt. Met bij de version die eronder ligt. En aan de voorkant hebben wij in diezelfde query een stuk geschreven die in eerste instantie onze image galleries ophaalt. Met daarbij de laatste versie die actief is. En dat allemaal op één bult met allerlei moeilijke, ingewikkelde joins. Kom je uiteindelijk op een verhaal uit wat ongeveer dit presenteert. We hebben in eerste instantie alle image galleries met bij de image naam die we gebruiken. En daarbij de laatste versie die daar dan in zit. En daaronder krijg je een overzichtje met de hostpools de sessiehosts die dus die image gebruiken en welke versie ze hebben. Nou, hij matcht de lijst met sessiehosts matcht die aan de query die de laatste versie ophaalt. Nou ja, je kan het wel raden. Op het moment dat er dus een verschil in zit, dan krijg je daar dus een overzicht als dit. Dus dan heb je eigenlijk in één opslag kun je dus zien welke sessiehost wel actief, wel op de laatste zit, niet op de laatste zit. En zodoende kun je dus redelijk goed in de gaten houden wat eigenlijk je status is. Ik heb hier toevallig ook een artikeltje over geschreven, dus daar heb ik de custom query ook in staan. Dus dan kun je hem daar uitpakken om eens te kijken van, werkt het ook voor mij? Ander belangrijk dingetje waar ik zelf heel erg handig vind, is het gebruik van resource tags. Mocht je nog gaan deployen met image versions, vooral in het begin zul je gaan merken dat het niet altijd in één keer goed gaat. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van tags. Dus op het moment dat jij jouw resources die jij deployt vanuit jouw templates, dat je daarmee ook gelijk jouw image version tag meeneemt. Dus dat je een tag aanmaakt met image version bijvoorbeeld en als waarde die erin staat, dan is dan de image version die daar op dat moment gebruikt is. Stel dat je dus dadelijk met dit soort dingen moet gaan opruimen. Stel dat je dus een oude host of een sessiehost wil gaan verwijderen. Ja, dan kun je natuurlijk die sessiehost gaan verwijderen, maar dan blijven de rest van de onderdelen blijven staan. Dus dan zul je eigenlijk op basis van resource group moeten kijken van wat is daaronder. En dan zou je dus de rest van de dingen kunnen verwijderen, als bijvoorbeeld een snapshot of een disk of networking, dat soort zaken. Maar als je dus al die facetten allemaal koppelt, of allemaal dezelfde tag aan koppelt, dan kun je eigenlijk door middel van klik op die tag, heb je in één keer een overzicht van al je resources. En die kun je dus in één keer weggooien. Dat scheelt enorm veel zoeken. En om aansluiten op de vorige sessie, ook enorm veel kosten. Dus dat ik denk dat iedereen daarbij bij gepaard is. Nou, dan denk je, nou, Roos, wel een mooi verhaal, maar hoe begin ik nou eigenlijk? In eerste instantie is het natuurlijk handig dat je een DevOps-omgeving hebt. Misschien hebben jullie die al staan, misschien niet. Je kan hem in ieder geval aanmaken via dev.azure.com. Als je dat gedaan hebt, dan kom je eigenlijk in een lege organisatie terecht. En daar zul je dus aan de slag kunnen. In eerste instantie vraagt hij aan jou om een project aan te maken. Dat is eigenlijk gewoon een map met spullen. Dus dan kun je pipelines aanmaken, kun je repositories aanmaken. Dan kun je ook de boards, planning en dat soort zaken allemaal in verwerken, taken. Dus het is meer dan alleen code. En daarna is het zo dat je, als jij dan zo'n project hebt aangemaakt, dat je dan in ieder geval een connectie moet gaan maken naar de klant-tenant toe. Dat is eigenlijk op basis van een service-connectie, zoals dat heet. In die service-connectie, als je die gaat aanmaken, dan zal die gaan vragen om een aantal gegevens van de tenant waarmee je wil gaan verbinden. Dat gaat door middel van een app-registration in het Azure AD. Ja, we hebben nu de mooie WVD-rollen, dus die kun je gaan gebruiken om bijvoorbeeld een applicatie te maken met de juiste rollen daaraan. En dan op basis van die gegevens die je daar terugkrijgt, kun jij die service-connectie gaan aanmaken. Nou ja, als je dan begint met pipelines, dan kun je dat eigenlijk op twee manieren doen. Je kan kiezen voor voor de classic variant, dus klikbaar, en je kan kiezen voor de YAML variant. Dus dat is eigenlijk iets wat je altijd wat echt goedkoop is. Moet ik zeggen dat het inmiddels een stuk is verbeterd. Dus je hebt daar ook nu een soort van panel waar je ook de modules die jij nodig hebt, die kun je daar ook gewoon aanklikken. Dus dan vraagt hij eigenlijk ook om input en dan zet hij in één keer dat hele component met de juiste config zet hij in jouw YAML pipeline. Klinkt allemaal vrij ingewikkeld. Is misschien in het begin ook wel even zo, maar ik zou toch echt adviseren om daar wel mee te beginnen. En niet met de klikbare variant. Klinkt misschien een beetje gek, maar je hebt in die YAML variant veel meer opties.
En dus je kan ook het parameters kun je aanmaken. Je kan met loopjes werken. Je kan met subtaken werken. Dus je hoeft niet van elke losse taak een nieuwe, echt ook een losse taak aan te maken. Met variabelen heen en weer kun je dingen veel makkelijker onder water regelen. En ik ben er echt van overtuigd, als je dat goed onder de knie krijgt, dat je de classic variant nooit weer wil. Je ziet op internet best wel veel voorbeelden erin, dus je kan best wel goed daarmee mee starten. Nou, dus, als tweede punt eigenlijk is dat in dit geval WVD met Image Gallery. Volgorde is belangrijk, een stukje timing is belangrijk. Dus ja, je weet in ieder geval welke componenten nodig zijn om wat je nodig hebt om iets te kunnen. Dus je zal in het begin gaan merken dat je misschien wel schakels mist. Of dat je misschien dat je het in de verkeerde volgorde doet. Of dat misschien de ene dan niet klaar is en de andere deployment al begint te starten. Omdat je daar misschien toch PowerShell gebruikt. Dus dat is even een stukje waar je even handig in moet worden. Maar zorg in ieder geval wel dat je weet welke componenten je moet gebruiken. En dat je in ieder geval ook uiteindelijk de volgorde weet. Nou, we gebruiken nog wel parameterbestanden, zeer zeker. Maar in die parameterbestanden zijn echt wel de generieke zaken. Dus een subnet voor een WVD sessie host, dat heet ook gewoon WVD subnet. En die gebruiken we ook alleen maar daarvoor. Dus ja, die kun je voor ook klanten anders gaan noemen. Maar ja, volgens mij, in mijn optiek heeft dat niet zo heel erg veel zin. En uiteindelijk, als je dan gaat automatiseren en je weet dat je op zoek bent naar een WVD subnet, dan maakt het uiteindelijk ook niet meer zoveel uit wat erin staat, als je maar weet wat je zoekt. Dus daar helpt een heel generieke stuk helpt daar enorm goed bij. Het laatste punt voor dit stukje is het ARM templating zelf. Hoe kom je nou aan die ARM templates? Als je vanuit de portal een deployment gaat doen, dan kun je uiteindelijk, voordat je gaat creëren, kun je ergens onder de knop bij create, kun je klikken voor download template. En die download template is ook eigenlijk het template waarmee jij dus die deployment kunt gaan doen. En als je het hele pakketje in één keer downloadt, dan krijg je eigenlijk een parameterbestand en dan de templatebestand. En dat samen zeg maar zorgt voor die deployment. Dus daarmee zou je in eerste instantie goed kunnen beginnen. Nou, als je daar wat handiger in wordt, dan ga je ze waarschijnlijk ook uit elkaar halen. Als je een volledige deployment gaat doen vanuit WVD, krijg je te maken met heel veel geneste templates. Dat is best wel een ding. En als daar een keer iets in verandert, dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je zoeken moet. Dus probeer voor jezelf in ieder geval alle componentjes die je nodig hebt ook echt uit elkaar te trekken. Dat voorkomt echt enorm veel complexiteit. En dan is het handig om daar ergens nog een keer een stukje tussen te zetten. Als je dan gaat deployen, zorg dat op in ieder geval mijn ervaring is als je gaat deployen dat je dan in ieder geval werkt of met tags, dus dat je je hele deployment kan herleiden aan basis van een tag. Dat je stel dat het misgaat, en dat zal in het begin echt wel gaan, dat je in ieder geval kan herleiden dat het dus die deployment is geweest en dat je dus ook makkelijk al die resources weer kan verwijderen. Ik moet zeggen, ik heb dat in het begin niet gedaan en ik vind nu nog steeds af en toe resources waarvan ik denk, hey, wat is dat? Of je kunt natuurlijk kiezen, wat we ook veel doen, is gewoon één resource group pakken en daar gewoon alles in gooien. En als je dan opnieuw wil beginnen, dan gooi je gewoon die hele resource group weg en dan ben je eigenlijk op hetzelfde punt. Ja, wil je nog zo'n unintended installatie als dit, dan ben je echt wel wat uurtjes verder. Dan dan is er ook een hoop misgegaan vooral. Het gaat nu toe een hoop goed. En dat is een kwestie van tijd, veel uitproberen. En ik heb daar nu een volgorde in zitten wat misschien voor ons goed werkt. Dus er misschien wel een volgorde zijn die misschien veel efficiënter is nog. Daar gaan we ook ongetwijfeld nog wel mee op onderzoek uit. Maar voor nu is dit in ieder geval wat gewoon goed werkt. Als laatste punt hier heb ik zorg ervoor dat je alle componenten en dan de templates voornamelijk in eigen beheer hebt. Eigenlijk om deze reden. Microsoft die heeft onlangs al aangekondigd dat per 21 december vorig jaar alle publieke parameterobjecten uit de templates zijn gehaald voor het WVD-stuk. Dus daar denk je dat je je templates op orde hebt en dan ineens werkt public IP niet meer. En dan dat is toch best wel vervelend. En als je dan ook nog eens een keer nested templates gebruikt, dan weet je helemaal niet meer waar je moet zoeken. Dus zorg in ieder geval dat je zijn eigen beheer hebt. Dan heb je controle over je eigen deployment. En dan dan zie je dus berichtjes en dan pas je je eigen aan op het moment dat je daar aan toe bent.
We hebben nog een laatste dingetje. Die stond niet op de agenda, maar ik wil het toch even laten zien. Ik ben bezig met een blogserie over de DevOps Project. En wat ik eigenlijk daarmee wil gaan doen is ook de mensen een beetje helpen om alvast wat te kunnen starten met DevOps. Die serie gaat eigenlijk ook over het prepareren van een DevOps omgeving. En dan in dit geval voor Windows Virtual Desktop, maar dan wel volledig geautomatiseerd. Dus wat er eigenlijk gebeurt is het volgende, dat we in eerste instantie een app registration aanmaken in het Azure AD van de klant. Daarnaast maken we de volgende stap zal zijn dat we dus ook het DevOps project gaan aanmaken. Met daarbij ook de repository dat hij op de juiste manier staat. Derde punt zal zijn dat het service connection verhaal. Dus dat we ook inderdaad met de gegevens die wij uit de eerste stap krijgen, dat we die ook kunnen gaan gebruiken om een service connectie op te bouwen. Ik heb hem nog niet in de blog verwerkt, maar op de planning staat eigenlijk om daar ook vervolgens als laatste stap nog een pipeline aan toe te voegen. Dat je dus ook gelijk, op het moment dat je dus een deployment gaat doen, dat je dan ook die pipeline gelijk klaar hebt staan en eigenlijk per direct van start kunt. Dus dat zou helemaal super zijn. Ik heb daar een klein filmpje voor opgenomen. Je moet je eigenlijk zien, ik heb hier een lege DevOps omgeving. Dit is ook hoe je hem aantreft als je dus wil gaan starten met DevOps. Ik heb nu een demo DevOps Automation aangemaakt als organisatie. En die is dus leeg, dus je krijgt ook gelijk al het verzoek om een project aan te maken. Nou, de cursor laat het nog even zien. Nou, hij is dus helemaal leeg. Dan heb ik een PowerShell script. Je vraagt eigenlijk om een Personal Access Token. Dat is dus een token die je kan genereren vanuit je eigen account. Dan vraagt hij om een organisation waar we het in willen maken. Nou, de DevOps Automation project. Dan hebben we een projectnaam. Test project. Dan hebben we een stukje description. En ik wil dat die private is. Dat ging maar heel snel. Even terug. Dan zie je dus hier dat hij eigenlijk is aangemaakt. En dan de volgende stap zal zijn dat hij dus ook inderdaad hier in de demo tenant is. Of in de demo organisatie is aangemaakt. En als je daarop klikt. En, zul je ook zien dat hij dus als repository en als project zelf is hij ook private. Dus hij is niet publiekelijk toegankelijk. Nou, dat is denk ik wat je in instantie wil. Dus even een stukje demo. Ja, dat was het eigenlijk. Ik moet zeggen, ik heb de vragen niet gevolgd. Maar ik weet niet of er nog vragen zijn. Ben ik te snel gegaan? Ben ik te langzaam gegaan? Ja, dat is een goed verhaal, zeker. Ik vond het zeer interessant. Dank je. Geef me ook weer andere inzichten, weet je wel, hoe andere mensen het doen. Dat is wel, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja, dat is natuurlijk een. Niemand wil dus wetten. En de een doet linksom, de ander doet rechtsom. En op die manier. Even kijken hoor. Zo. Zo, ik denk dat we. We hebben nog een demo van Stefan. Oké, we hebben nog een vraag. Op de rand. Als je nauwelijks geen ervaring hebt met Azure DevOps, waar kun je het beste starten? Nou, ik heb toevallig een boek gekocht vandaag. Die is vandaag binnengekomen. Het ligt echt gewoon op het bureau, omdat ik net het ketje heb opengemaakt. Oh ja, die heb ik als e-book gedownload. Ja, dat is het boek van Sjoukje. Ja, klopt. Ja. Ja, heb ik ook net besteld. Dit boek, ik denk dat het toch een hele goede handvaten zijn om te gaan kijken wat Azure DevOps is en wat je er precies mee kan. En wat, get started with Azure DevOps and develop your DevOps practices. Dat is wat er onder de titel staat. Ik denk dat dat een hele goede tip is. Ja, het is wel een mooi boek inderdaad. Zit wel een goede index in inderdaad. En dan is natuurlijk de blog van Sander. Ja, zeker. Er staat ook wat op inderdaad. Ik ben toen niet de enige, maar... op die van Sander staat ook zeer interessante dingen staan er ook op. Nee, ik denk dat het belangrijkste is, je hoeft nog ineens te beginnen in combinatie met Windows Virtual Desktop. Het gaat gewoon om kleine stapjes maken en op een gegeven moment dat geheel aan elkaar vastknopen. Dus je hoeft niet in één keer full throttle alles te gaan automatiseren. Ja, rol eens een VM uit via PowerShell en dan probeer hem dan eens in een pipeline te zetten. En bouw het vanuit daar steeds verder uit. Zet er een availability set aan. Zodat je meerdere VM's kan uitrollen. Dat weet ik wel zoiets. De allemaal van dat soort dingen. Ja, zo begint het inderdaad wel. En kijk, wat je kan met PowerShell, dat kan je eigenlijk ook
Met DevOps. Kijk, uiteindelijk is DevOps niet anders dan een... ook een uitrolmechanisme voor ARM templates. En PowerShell is dat ook. Dus als je ARM template in PowerShell werkt, kun je hem ook gaan uitrollen met DevOps. En daar wat Niels zegt, begin gewoon simpel. Bewijs van doe je eens een resource group met een VM of zo. Weet je, dat zijn kant-en-klare templates voor die je kan gebruiken. En ik denk dat je dan ook heel snel het principe van DevOps doorkrijgt. En dan is de lichte weg eigenlijk open. Die blog van Tom Hickling, ik weet niet of iemand de link paraat heeft. Even kijken hoor. Dat is stap voor stap. Ja, ik heb hem zelf gewoon paraat. Deze link. Dat is een link die gaat over Packer. En die legt je van voor tot eind uit wat je moet doen om Packer te kunnen gebruiken om images te maken. Nou, als je dat een stap te ver vindt, dan kun je dat ook gebruiken om je basis DevOps in te richten. En ik zou ze vooral zeggen, volg de blog van Sander, want die laat helemaal zien hoe je geen DevOps inricht. Een stukje. Die sneak preview, dat laat goede dingen zien. Dat je in ieder geval waar je wat neer moet zetten en dat eigenlijk, zodat je zo kan starten. Ja, en misschien nog die, er was op een gegeven moment zo'n stagiair bij Microsoft, die heeft de WVD Quick Start gemaakt. Nou is dat wel heel erg overkill, hè? Daar zit wel echt alles in. Maar daar kan je natuurlijk ook stukjes vandaan gaan halen, om hier op een gegeven moment mee te beginnen. Ja. Dat vond ik zelf ook altijd wel een mooie. Wat zullen we doen? Zal ik... Wil je je demo nog doen of wil je hem bewaren voor een andere keer? Ik vind het prima om te doen. Hebben we nog genoeg vervaardigden die nog graag een MSIX Appetage demo vanuit de poorten willen zien? Denk het wel, toch? Het is geen demo van ik heb hier een applicatie, nu is die er en nu is die weg. Ik denk dat we dat allemaal wel een keertje hebben gezien. Het is echt gewoon even een herhaling van, maar ook even waar je op moet letten. Afgelopen dagen heb ik er redelijk wat mee gespeeld, tot irritaties aan toe. Blijkbaar betekent preview ook dat het gewoon niet altijd even goed werkt. Dus laten we hem gewoon doen, joh. En dan kunnen we altijd daarna nog... we zitten niet verbonden aan die 9 uur. Nee, dus we kunnen altijd daarna nog eventjes een gezonde discussie starten. Dan kunnen de camera's aan, pakken we een biertje erbij en kunnen we het er op ons gemakje nog even over hebben. Cool, man. Dan zeg ik, the floor is yours. Dan ga ik kijken of ik, als het goed is, zouden jullie in ieder geval iets moeten zien nu. Een mooie fancy achtergrond en een camera en een scherm. Kijk. Ja, klopt allemaal. Top. Dan begin ik eerst gewoon heel eventjes bij de basis. Deze demo gaat over MSIX AppAttach. De preview binnen de Azure Portal. Wat betekent die preview? Dat betekent een aantal dingen. Binnen de Azure Portal is het nu mogelijk om rechtstreeks MSIX packages toe te voegen aan een hostpool. Vervolgens zal deze hostpool, zal de VHD waar deze MSIX package in zit, gaan mounten. En het resultaat hiervan is dat zowel de sessiehost als de gebruiker, nadat de MSIX package is gekoppeld, ook automatisch beschikbaar is. Dit was voorheen ook al, dit kon hiervoor ook al. Dan hebben we het over de staging en het registratieproces. Nou, daar had je allemaal verschillende scriptjes voor nodig. Stagingproces is het stuk waarbij de VHD wordt gemount en beschikbaar wordt gemaakt aan de virtuele machine, in dit geval de sessiehost. En het registratiegedeelte is wanneer de gebruiker uiteindelijk de applicatie gaat zien. Nou, dus uiteindelijk het grootste verschil nu is dat de Remote Desktop Agent op Windows Virtual Desktop ervoor zorgt dat het mounten van de VHD wordt uitgevoerd en de registratie wordt uitgevoerd. Er zijn een aantal requirements om dit ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Eentje daarvan is dat we minimaal beeld 2004 nodig hebben van Windows 10. Het maakt niet uit of het single of multisession is. Je zal een netwerklocatie nodig hebben om deze VHD bestanden neer te zetten. Dat kan gewoon een traditionele file server zijn op Azure. Dat kan een Azure file share zijn, maar ook bijvoorbeeld Azure NetApp files.
Eigenlijk elke plek waarmee je gewoon een SMB-verbinding mee kan maken, is voldoende. Om hiermee te beginnen, moet je eerst zorgen dat je subscriptie is gewhitelist voor het gebruik van MSCX App Attach. Ik heb in een paar volgende slides heb ik een aantal linkjes staan, die zal ik ook delen. Maar als je op Google zoekt naar de announcement van MSCX App Attach, dan vind je hem eigenlijk snel genoeg. En het is gewoon een kwestie van je subscriptie-ID in het formulier invullen. En binnen 24 uur krijg je een mailtje terug dat jouw subscriptie hiervoor is gewhitelist en je het dus ook daadwerkelijk kan gaan gebruiken. Een andere requirement hiervoor is dat de hostpool waarin je dit gaat uitproberen, de stempel validatie hostpool moet hebben. Kan je binnen de eigenschappen van die hostpool kan je dat aanpassen. Je hebt een bepaalde versie nodig van de Remote Desktop Agent. In dit geval is dat 1.0.2659. Volgens mij, als je hem nu vanuit de Azure Portal deployt, is die sowieso al hoger. En wat je ook zal merken is met door middel van de validatie hostpool, waar dus eerder wijzigingen in plaatsvinden, dat daar de versie van deze agent soms al afwijkt en dus al hoger is. Verder een belangrijk onderdeel hiervan is dat de sessiehosts op computerniveau toegang moeten hebben tot de VLCR. Dus dat betekent dat het computeraccount van deze machines leesrechten moeten hebben op de share waar de MSCX packages staan. Daar heb ik straks nog een wat uitgebreider stukje over. En zeker in combinatie met het verhaal wat jullie net hebben gehoord, hebben we toch wel een aantal uitdagingen om te zorgen dat als zo'n machine wordt aangemaakt, dat de gebruiker die erop gaat aanmelden ook daadwerkelijk al gelijk een MSCX package kan gebruiken. En verder wat je nodig hebt is een certificaat. Om dit te testen kan je prima gewoon een self-sign certificaat maken. In mijn omgeving heb ik een self-sign certificaat. Ik heb degene die hem heeft aangemaakt, heb ik als trusted root in mijn omgeving opgenomen door middel van een group policy. En dat is eigenlijk, zijn dit de punten die, waar je aan moet voldoen om dit te kunnen gaan testen. Wat ik net al zei, je sessio's moeten op computerniveau, we moeten zij toegang krijgen. In mijn omgeving maak ik gebruik van Azure Files. Daar heb ik een file share waarbij ik ook de Active Directory integratie aan heb gezet. Dat betekent dus dat ik kan authenticeren vanuit mijn Active Directory naar mijn Azure Files toe. Datzelfde zal ik gebruiken om ook dat op computerniveau te kunnen doen. En daar heb je eigenlijk een aantal opties voor. Wat we denk ik het meeste zullen gaan zien de komende periode is toch het hybride scenario. Dat betekent dat de WVD sessiehosts zowel zeg maar native domain joined zijn, dus gejoined aan je Active Directory, maar ook hybride gejoined zijn aan de Azure Active Directory. Als dat het geval is, zullen we iets van een groep of een mechanisme moeten hebben om deze sessiehost toegang te geven tot die file share. Dat kan, daar ben ik de afgelopen paar dagen een beetje mee aan het stoeien geweest. Wat je zou kunnen doen is een lokale groep in je Active Directory maken, daar deze computeraccounts aan toevoegen, deze groep synken naar Azure AD, zodat die beschikbaar is met de computers, met de VM's, waar je MSCX App Attach op wil gaan gebruiken. Betekent wel dat je een mechanisme moet hebben om die groep te vullen. Dus op het moment bijvoorbeeld, zeker met Windows Virtual Desktop in combinatie met scaling, er komen op een gegeven moment machines bij bijvoorbeeld. Als die machines er nog niet zijn, zouden ze kunnen worden aangemaakt. Dan moet je dus wel een mechanisme hebben waarbij die machines worden toegevoegd aan die groep en er een synchronisatie plaatsvindt naar de Azure AD. Wat je nog meer zou kunnen doen is op het moment dat je deze hybride setup gebruikt, is een dynamische Azure AD groep gebruiken. Dynamisch, omdat je daar kan je uiteindelijk gewoon opgeven. Hè. Als mijn sessio's begint met deze afkorting, met deze naam, dan valt die onder deze dynamische groep. Dan zal op het moment dat computeraccount ook daadwerkelijk in de Azure AD beschikbaar is, zal die dynamische groep hem oppakken. En kan je door middel van die groep kan je deze permissies uitdelen. Ook weer eigenlijk hetzelfde probleem als met een lokale groep. Je bent afhankelijk van de synchronisatie van je lokale AD naar de Azure Active Directory. Een andere mogelijkheid, als je bijvoorbeeld geen hybride setup gebruikt,
is het gebruik te maken van de System Assigned Managed Identities. Daar heb ik zelf nog niet heel veel mee kunnen doen. Maar wat het uiteindelijk is in plaats van het synchroniseren van het computerobject vanuit je lokale Active Directory naar de Azure Active Directory, is het eigenlijk een kwestie van het hier aanzetten en zal er in de Azure Active Directory een device worden aangemaakt die je hiervoor kan gebruiken. Niet alle services op Azure ondersteunen dit, maar onder andere dit gedeelte wordt wel ondersteund hiervoor. Dit kan je ook eens aanzetten door middel van een ARM template. Het is een optie volgens mij binnen het aanmaken van de VM. Het is een extra attribuut wat je daarbij mee moet geven en daarmee kan je deze status op uit of aanzetten. Ik wil het wel zeker gaan testen. Alleen wat ik al zei, ik denk dat dat iets minder gebruikt gaat worden, omdat je toch nu steeds vaker het hybride model zal gaan zien. Gelijk even een aantal linkjes. Maar waar ik eigenlijk ben begonnen is met de MSIX Packaging Tool. Dat is een tool vanuit Microsoft. Een wizard-driven tooltje waarbij je uiteindelijk gewoon je installatiefiles opgeeft. En de tooltje koopt gewoon een MSIX package uit. Vervolgens heb ik met de MSIX Commander heb ik een VAD-vel ervan gemaakt. Ook weer precies hetzelfde. Het is de MSIX-applicatie selecteren. Je drukt op Convert. Hij bakt er een VAD-veldje van. En die VAD-vel die plaats ik uiteindelijk dan op mijn Azure Files daarbij. Verder, maar dat ga ik straks nog laten zien. De Event Viewer, de nieuwe Remote Desktop Agent, zal op meerdere gebieden in de event log binnen mindere sources gaan loggen waar die precies mee bezig is. Ideaal om uiteindelijk ook te kunnen zien wat nou het proces is op het moment dat we een MSIX package toevoegen in de portal. Tot aan eigenlijk tot de machine hem oppakt en een gebruiker hem ook daadwerkelijk kan zien. Het certificaat, ja, zorgt ervoor dat hij inderdaad getrust is. Anders krijg je gewoon foutmeldingen. Kan hij niet de validatie uitvoeren op de MSIX package, kan je er gewoon helemaal niks mee. En het ophet is preview. En preview betekent in dit geval dat het zeker aan wijzigingen onderheven is. Zo weet ik vanuit de BVD-community, de Slack-channel, dat er volgens mij 2 of 3 dagen geleden is er ook nog een update op geweest, omdat uiteindelijk het complete mechanisme voor een aantal klanten en in specifieke scenario's gewoon niet werkte. Nou, deze die zal ik zo nog eventjes laten zien. Dan gaan we eerst de portal laten zien. Nadat je subscriptie is gewijzigd voor het gebruik van MSIX App Attach, zal je merken dat het nog niet zomaar zichtbaar is. Hiervoor dien je naar de preview portal te gaan. Het is een kwestie van preview.portal.azure.com. Maar er zal ook nog een stukje achter moeten. En dat is eigenlijk dit gedeelte. Waarbij je dus de feature MSIX applicaties eigenlijk aanzet binnen de tenant. Nou, wat je vervolgens zal zien is binnen een hostpool. We hebben een specifieke hostpool hiervoor gemaakt. Hebben we nu de optie MSIX packages. Deze hostpool bevat 1 machine. En de reden waarom dat die nu maar 1 machine bevat, is op het moment dat je binnen de hostpool een MSIX applicatie toevoegt, wordt er random 1 sessiehost uitgekozen die de initiële, eigenlijk het uitlezen van de MSIX package gaat uitvoeren. Nou, voor een demo wil ik graag niet afhankelijk zijn van meerdere machines. Dus dat is de reden. Ik heb er gewoon eentje in deze pool zitten. Zodat ik zeker weet dat deze machine de MSI het proces gaat uitvoeren. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Als eerste dienen we een MSIX package toe te voegen aan de hostpool. In dit geval heb ik er al 2. Notepad++, omdat op de een of andere manier elke demo Notepad++ bevat. Dacht ik, die pakken we ook. Ik heb de Zoom client voor VDI heb ik erbij gezet. En ik heb een stukje voorbereid dat ik er nog eentje kan toevoegen. Ik zal heel eventjes deze opzij halen. Dan moet ik natuurlijk wel even het linkje erbij pakken. Want ik heb vanochtend nog even snel een package gemaakt. En in dit geval is dat Google Chrome. En wat ik eigenlijk wil laten zien is wat er gebeurt op het moment dat je hier een package toevoegt. Tot aan hoe je hem toekent aan de gebruiker en hem dus uiteindelijk gaat zien.
Hier op de achtergrond heb ik deze machine openstaan daadwerkelijk. Je ziet dat op dit moment er 2 VHD's zijn gemount. De naamgeving is niet zo heel netjes, maar dit is Zoom voor VDI en Notebook++. Een van beide. Wat ik verder heb gedaan is binnen de eventlog eigenlijk een custom view aangemaakt met alle sources wat iets met MSIX of AppAttach uiteindelijk uitvoert. Dat heb ik ook in die presentatie staan. De meeste staan ook onder remote desktop services, maar ik vond het eventjes net iets handiger. Dus wat ik nu ga doen, even kijken, is hier de URL toevoegen. En dan zal je altijd zien dat ik nu precies op de verkeerde klikte. Maar wat we nu zullen zien in de eventlog is dat er een aantal nieuwe events zijn geweest. En het is echt een kwestie van millisecondes. Want jullie zagen, ik vulde eigenlijk alleen maar de URL in. En op dat moment krijgt deze Sessio's de opdracht om door middel van zijn computeraccount te authentiseren met de FileShare. En deze VHD op te pakken. Nou, wat je dus ziet in de eventlog op dat moment is dat er ook daadwerkelijk, even kijken, dat begon een klein stukje hier terug. Maar wat er uiteindelijk dus gebeurt, is dat in een kwestie van een aantal milliseconden de daadwerkelijke VHD gemount wordt. Dat er metadata wordt uitgelezen. In die metadata staat onder andere welke versie is het, welke dependencies heeft deze applicatie. Er zitten nog een aantal onderdelen in. En de validatie van het certificaat. En uiteindelijk zien we dus, als het goed is, dat ook hier de disk weer weg is. Want hij heeft hem gewoon gevalideerd binnen de portal. En deze informatie is eruit gekomen. Hij weet wat de applicatie daarvan is, welke versie dat er is. Het enige wat wij nog moeten doen is hem een naampje geven. En dan zijn er 2 typen van registraties mogelijk. Microsoft adviseert om on-demand te gebruiken. Waarom? Op het moment dat je on-demand gebruikt, wordt de VHD wel al gepre-staged of gestaged aan de VM. Dus uiteindelijk na deze actie zullen alle VM's in de hostpool deze VHD gaan mounten. Maar het daadwerkelijke registreren en het gebruik maken voor de applicatie gebeurt op het moment dat de gebruiker is ingelogd. Doe je dat op logon blocking, gebeurt dat staging en registratie op het moment dat de gebruiker aanmeldt, duurt het aanmeldproces langer. Dus heeft dat een negatieve invloed uiteindelijk op de gebruikerservaring. Dus we laten deze gewoon op on-demand staan. De versie heeft hij uitgehaald uit de metadata van de applicatie. En je kan hem configureren op inactive en active. In een kleine hostpool, in dit geval met eentje, kan je hem wat mij betreft gelijk op active zetten. Maar houd er rekening mee dat, wat ik al zei, op het moment dat we hem hier toevoegen, zullen op een gegeven moment alle sessiehosts deze VHD gaan mounten. De remote desktop agent checkt elke 5 minuten standaard of er iets nieuws is voor hem. Dus het zou kunnen betekenen, als je hem hier al op active zet en je voegt hem al toe aan de applicatiegroep, dat je sessiehosts uiteindelijk hebt die deze VHD nog niet hebben gemount. Nou, op het moment dat we hem nu hier daarbij zetten, moeten we, als het goed is, hier ook zo wat op zien gebeuren. Door middel van de registersleutel kan je deze interval van 5 minuten ook heel makkelijk terugzetten naar 1 minuut. Dat heb ik inmiddels ook gedaan, dus we zouden er heel even op kunnen wachten. Want het zal nooit heel lang duren. Waar ik achter ben gekomen is dat eigenlijk die health check, deze events zie je gewoon continu voorbij komen op het moment dat gewoon alle VHD's die gekoppeld zijn aan de hostpool op de juiste manier zijn gemount, op de juiste manier kunnen worden uitgelezen, er geen problemen zijn met certificaten, met vuilpermissies of andere zaken. Nou, dit was de actie. De hostpool heeft dus, of de sessiehost heeft uiteindelijk vanuit de hostpool de informatie gekregen, hey, je moet de VHD met Google Chrome gaan mounten. Deze 2 events zie je voorbij komen op het moment dat dat gebeurd is. Wat we nu ook zullen zien is dat ik nu in plaats van 2 disken, 3 disken binnen mijn sessie heb staan. Dan heb ik hier nog een sessie waarbij we
sowieso, als het goed is, nu op dit moment geen Google Chrome moeten zien. Wel zien we Notepad is een MSI X package. En we zullen Zoom VDI zien, is hetzelfde. Puur even ter voorbeeld dat Google Chrome ook nog niet beschikbaar is voor mijn gebruiker. En waarom niet? Omdat wij die applicatie nog nergens verder aan hebben gekoppeld. Het enige wat we tot nu toe hebben gedaan is de hostpool op de hoogte gebracht. Ik heb een MSI X package klaarstaan voor je. Dan zitten we met het volgende. We moeten natuurlijk op een gegeven moment iets hebben waarin we kunnen gaan zeggen, oké, deze applicatie is beschikbaar voor deze gebruikers. Daar faciliteert Microsoft in twee manieren in. Je kan hem koppelen aan eigenlijk de standaard session desktop groep, waarbij je dus je desktop publiceert. Dat betekent dat elke gebruiker die recht heeft om in te loggen op jouw hostpool, alle applicaties zal zien. Nou, voor een applicatie zoals Notepad++ kan dat in dit geval geen kwaad. Nou, hoe doe je dat dan? Je voegt een applicatie toe. En omdat dit al een gedeelde desktop is, dus de application type staat op desktop, kan je ook alleen maar MSI X packages toevoegen. Dus je kan op dit niveau kan je een package toevoegen. En nogmaals, dat betekent dus iedereen die toegang heeft tot deze desktop, zal ook deze applicatie gaan zien. Wat je ook zou kunnen doen, is een aparte remote appgroep maken en hem toevoegen binnen deze remote appgroep. Nou, dat heb ik in dit geval voor de demo heb ik dat al gedaan voor Zoom VDI. Wat je ook zal zien bij het toevoegen van de applicatie hierin, is je kan nog steeds kiezen voor een startmenu. Hè. Het is gewoon een echte applicatiegroep, maar je kan hier ook kiezen voor een MSI X package. Is een kwestie van de applicatie selecteren, ook weer een naam aangeven. Je kan eventueel nog andere paden voor de iconen doen. Over het algemeen zit dat gewoon in de package en hoef je daar niks mee te doen. En of de applicatie uiteindelijk zichtbaar is in je feed of niet. Op het moment dat je dit toevoegt, zal je ook zien, ik heb een applicatiegroep die in dit geval alleen beschikbaar is voor mij. Dus als ik opnieuw inlog op deze sessiehost, zou ik ook Google Chrome als applicatie moeten gaan zien. Dit is iets wat waar jullie waarschijnlijk al genoeg demo's uiteindelijk van hebben gezien. Maar het werkt inderdaad echt zo. Wat je ook ziet, of tenminste wat mij af en toe opviel, is dat bij het aan- of afmelden, we zijn gewend dat we daar zien Waiting for FS Logic. Daar zie je dan op dit moment zie je ook Waiting for RD Agent voorbij komen. Dat is gewoon, dat is de remote desktop agent die ervoor zorgt, die alle informatie ophaalt, die zorgt dat deze applicatie beschikbaar komt voor deze gebruiker. En als het goed is, als we nu aanmelden op dezelfde sessiehost, zullen we dus Notepad++, Zoom VDI, maar ook Google Chrome moeten zien staan. Ondertussen zal ik eventjes mijn storage account hiervoor laten zien. Dan zie je dat het de storage account is waar ik in dit geval ook gewoon mijn FS Logic profiles heb staan. Heb ik een share gemaakt, app attach, een aantal folders voor de applicaties en daarin zit de VAD. Nou, dit storage account heb ik door middel van de access control heb ik gezorgd dat dus de groep waar ik het over had toegang heeft leesrechten tot deze share. En in dit geval deze groep is de gesynchroniseerde groep vanuit mijn lokale Active Directory. Dus daar heb ik ter voorbereiding al deze sessies aan toegevoegd, geforceerd gesynchroniseerd, waardoor deze groep alle sessies bevatten die de applicatie kunnen gaan gebruiken. Dat zijn deze in dit geval. Ik denk dat de grootste uitdaging gaat zitten de komende periode om dit gestroomlijnd te krijgen, waarbij zeker bij het uitschalen van jouw omgeving, waarbij de horizontaal geschaald wordt, waarbij er dus sessies worden aangemaakt, moet er op een gegeven moment een mechanisme zullen moeten komen om dit redelijk goed te krijgen. Dus op het moment dat er een nieuwe sessies beschikbaar is voor aanmeldingen, wil dan in dat geval nog niet zeggen dat ook daadwerkelijk de applicatie MSI X beschikbaar is om als app attach uit te gaan voeren. Dus er zal een bepaalde check moeten komen of daadwerkelijk die computeraccounts gesynchroniseerd zijn. Of het inderdaad een identity is en of dus
een dynamische of een statische groep ook daadwerkelijk deze leden heeft. Nou, en als het goed is, en dan hebben we wel een goede demo, zou hier... Nou, en dat heeft hij dus nog niet gedaan. Ik wou het zeggen, dan zou je zien dat dit al 3 dagen... Nou, wat ik aan het begin ook al zei... ik ben op een gegeven moment ook bezig geweest met een aantal PowerShell scriptjes. Hè, want de preview betekent nu dat het via de portal kan. Wil natuurlijk niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk via de portal dient te gebeuren. Maar ik ben er ook achter gekomen dat bij het uitvoeren van een aantal commando's... het ook prima kan zijn dat eigenlijk je complete sessio dusdanig over de zuiger gaat... dat je niet... je kan niet meer verbinden, de agent wordt unavailable... Van alles hebben we geprobeerd om hem weer te fixen en het werkte gewoon niet. Uiteindelijk de agent eraf halen, herstarten, opnieuw installeren, toevoegen aan de hostpool. Dat ging dan weer wel goed. Daar ben ik nog mee bezig. Ik heb niet heel veel tijd gehad om dat ook echt daadwerkelijk te onderzoeken waar het dan precies in zit. Als voorbeeldje. De actie van een MSIX package toevoegen in je portal. Wat er onder water gebeurt is de expand commandlet. Waarbij die dus eigenlijk de VAD gaat expanden en daar alle informatie uithaalt. Deze informatie, in dit geval sla ik op in een variabele. Die variabele kunnen we uitlezen. En in die variabele staan onder andere, ja, het is eigenlijk het hele lijstje wat we steeds hier zien. Maar zien we onder andere, hè, wat is het imagepad waar die VAD vandaan komt? Is die actief? Wat is de alias? Zijn de dependencies? Wat is de applicatienaam? Wat is een relatieve pad? Dus dat is binnen de VAD waar uiteindelijk de applicatie zich bevindt. Wat is de versie? De reden waarom dat je dit moet doen, is omdat je eigenlijk al deze gegevens nodig hebt om uiteindelijk de applicatie ook toe te voegen in WVD, in Azure. Daar heb ik hier een klein scriptje voor, wat dus een nieuwe applicatie aanmaakt en als input eigenlijk de meeste waardes vanuit de vorige actie terugkrijgt. Je kan vervolgens zien, hè, welke packages heb ik dan toegekend aan mijn hostpool. Je kan in één keer opvragen welke dat allemaal in de hostpool zitten. En er zit uiteindelijk nog een actie om hem daadwerkelijk dus toe te voegen aan een groep. Nou, ik zal toch nog, want ik vind wel dat het natuurlijk pas een complete demo is als we hem nu ook daadwerkelijk hebben gezien. Als hij het nou niet laat zien, dan stoppen we er ook mee. Wat een spannend moment. Maar ik heb dus uiteindelijk ook best wel veel problemen gehad met het testen. Dat er een bepaalde versie van die remote desktop agent op stond. Wat dan weer net niet helemaal lekker gaat. Ook applicaties die je hebt toegekend binnen de portal niet in één keer zichtbaar zijn. Maar waar ook gewoon eventjes echt serieus tijd overheen gaat voordat die er zijn. En het, ja, wat ik al aangaf, het belangrijkste daarbij in het troubleshooten was eigenlijk... de hele event log. Zoals je ziet zijn er heel veel verschillende onderdelen die allemaal ergens iets aanraken met deze VAD-vel, met AppAttach, met MSIX. Wat ik persoonlijk zelf heel interessant vond is gewoon voer de acties uit en kijk welke events daar tegenover staan. Want je ziet uiteindelijk gewoon wat er precies onder water gebeurt om zo'n package toegankelijk te maken. En welke stappen dat die allemaal, wat die uitleest, welke informatie dat die nodig heeft. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat daadwerkelijk die applicatie ook beschikbaar is. Nou, laten we hopen dat die er nu dan wel is. Kijk, nou is het toch een geslaagde demo. Uiteindelijk kunnen we Google Chrome opstarten. Is dus een VAD die gemount is, on the fly, deze applicatie toekennen. Hebben we dus niet het image verhoeven aan te passen. Wat ik dus, dat is niet ik, maar dat is dus het voordeel uiteindelijk van het gebruik van zo'n techniek als AppAttach. En in dit geval hebben we de laatste versie van Chrome beschikbaar in onze sessio's. En kunnen we dus ook weer uiteindelijk on the fly weghalen, updaten of vervangen. Yes, nog een kleine aanvulling op Stefan. Toen we dit gisteravond aan het troubleshooten waren, toen ging het bij het laatste commandlet, bij deze. Als je deze eruit voert, dan ging je hele agent kapot. En dan kon je je sessio's niet meer gebruiken, desbetreffende hostpool. Dat, ja. Dus als je het wilt proberen,
probeer het vooral via de portal van nu. Nou ja, probeer het via PowerShell, want dan kunnen we kijken of het inderdaad zo is. Het kan prima zijn, mijn onkunde hierbij. Het is allemaal nieuw, er is nog vrij weinig van bekend hoe dit zou moeten werken. Maar dit is eigenlijk het totaalstukje waarbij ik persoonlijk het app-attach, ik vind het is een mooi mechanisme, maar ik maak me drukker om het feit, hoe ga je dan uiteindelijk zorgen dat die computeraccounts daadwerkelijk toegang hebben tot. Want dat is uiteindelijk, je hebt straks een hele dynamische omgeving, dus dit stukje moet ook gewoon dynamisch gaan worden. En ik was hier al mee bezig. Sorry? SRD joint moet het worden. Nou ja, uiteindelijk zullen we zeker die kant op gaan. Dan werkt het net zoals autopilot. Dat je op het moment dat je je machine aanmeldt, wordt die op basis van naam gekweryd naar dynamische groepen. En dan kom je automatisch in deze groep terecht. En dus krijg je de MSIX packages. Maar ja, nu duurt het te lang, omdat je die... precies dat. Kijk, en uiteindelijk het hele mechanisme, ook met die timing. Hier ga je ook tegenaan lopen op het moment dat je je WVD-sessio's hybride gaat maken. Daar ben je ook afhankelijk van een aantal policies en dingen die in de groep gebeuren om policies toe te kennen. En wat je gewoon wilt is, je wilt gewoon zeker weten dat voordat een gebruiker aanmeldt op die host, dat alles klaar is. En in geval van app-attach moet dat computeraccount dus toegang hebben tot. En in het geval van het hybride, bijvoorbeeld met Endpoint Manager, wil je dat die policies al zijn toegekend voordat een gebruiker aanmeldt. En niet dat als je aanmeldt op een sessie, dat je in eerste instantie alles mag. En vervolgens, als Intunes en dingen gaat doen, vervolgens de configuratie wordt doorgevoerd. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga de komende weken hiermee aan de slag om te kijken. Wat werkt nou het beste? Wat is het precies met die managed identity? Hoe gaat dat uiteindelijk werken? En hoe kan je dit dus zorgen dat op het moment dat er een machine bij wordt gemaakt, of je maakt een nieuwe hostpool, die maak je beschikbaar. Hoe ga je dan zorgen dat dit eigenlijk gewoon zo vlekkeloos verloopt. En dit was eigenlijk nog een vraag van Stefan. Stefan Peter, zou je niet all users of all computers kunnen gebruiken? Ja, het probleem is dat het object nog niet bestaat in Azure AD. Dat die wordt pas aangemaakt op het moment dat de AD Connect zijn sync draait. En dan maakt hij het object aan in Azure AD en je moet daarop wachten. Waardoor de applicatie nog niet gestaged wordt. Dus dan kan de session host in de hostpool al beschikbaar zijn om users te laten inloggen. Maar de MSIX app packages zijn er dan nog niet. En dat is een beetje nog het probleem. Dat eigenlijk. Ja, en uit principe zeg ik zelf, ik gebruik eigenlijk nooit all users, all computers. Ik wil specifieke computers inderdaad toegang geven. En wat Sybren zegt, vind ik wel een goede oplossing. Ja. Je zou AD-sync kunnen uitvoeren vanuit je pipeline. En de session host in drain mode houden tot de AD-sync is uitgevoerd. Nou, goeie tip. Ja. Ja, en bijvoorbeeld of een check uitvoeren in Azure AD of daadwerkelijk die identities meegenomen worden. Die kant op. Kijk, het hele hybride stuk is er natuurlijk voor gemaakt om uiteindelijk te zorgen dat jouw computeraccounts gewoon gesynct worden naar Azure AD. En dus een identity is binnen Azure AD. Wil je daar meer mee gaan doen, zal je op de een of andere manier dat toch dynamischer moeten gaan maken. Yep. Ja, vooral, ik kan me voorstellen, als je op een gegeven moment wel ephemeral disk wil gaan gebruiken, dan moet je ze on the fly aanmaken. Maar je wil geen half uur moeten wachten voordat je gebruikers kunnen aanmaken. Zeker niet. Als je opeens direct een extra host nodig hebt. Dus als je dan deze sync zou uitvoeren, een delta, dan zou die binnen 2-3 minuten wel beschikbaar moeten zijn. Juist. Ja. En moet je die MSIX-interval moet je nu op 1 minuut zetten om ervoor te zorgen dat die package wel ophaalt natuurlijk. Ja, dat ook. Ja. En ik denk dat daar dus uiteindelijk nu toch stiekem wel de grootste uitdaging in zit. Hoe ga je dit stukje nou goed krijgen? Zodat je inderdaad on the fly een machine kan toevoegen. En daar ook daadwerkelijk direct gebruik van kan maken. Want op dit moment, hoe ik dit dan zie, is je gaat op een gegeven moment dus schalen, er komen machines bij. En je moet inderdaad gewoon gaan wachten totdat eigenlijk die machine helemaal up and running is. Juist alle bitjes moeten goed staan. Want dan pas kan je garanderen dat zo'n MSIX applicatie ook daadwerkelijk beschikbaar is voor je eindgebruikers. Nee. Nou, in zo'n geval van Google Chrome moet ook de computer policy, stel je hebt een group policy die er nog op hoort op computerniveau, dan moet die ook nog toegepast worden. Dus dat is ook wel een
stukje. Ja. Moet je nou, ja, dan moet je dan nog rebooten of ja, geen idee. Nou ja, kijk, dat heb je natuurlijk, hè, nu met traditionele omgevingen waarbij de WVD-host gemanaged worden door group policies. Daar heb je nog gewoon je computer startup, je user sign-in. Daar heb je gewoon een aantal acties om toch te kunnen garanderen dat bepaalde configuraties zijn toegepast. Ga je dit straks verleggen naar Azure AD, dan heb je dat op die manier niet. Ja, zeker. Want daar is niet iets voor. Hè. Ik wil, als ik een Azure AD joint device heb en ik meld aan, moet dit gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. En het zal redelijk rap gebeuren, alleen je weet het gewoon niet. Ja, dat is dus nog een, echt een showstopper. En dat is iets waar ik dus de komende weken, en ik heb al twee postjes geschreven, hè, over sowieso het hybride stuk. Omdat ik toch denk dat uiteindelijk de wereld daar die kant op gaat. Hè. Het beste van twee werelden. Group policy is gecombineerd met Intune configuraties en baselines en noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk denk ik dat dit nog steeds de grootste uitdaging gaat worden. Zeker weten. Om dit daadwerkelijk in grotere omgeving te gebruiken. Waarbij het ook on the fly wordt geskilled. Ja, het kan niet zo zijn dat je inderdaad een machine gaat aanmaken met een ephemeral disk. En je moet gaan zitten wachten totdat de gebruiker kan aanmelden. Of ze kunnen aanmelden en ze hebben de helft van de applicaties niet. En ook al krijgt het computeraccount daarna toegang. Ja, volgens mij ga je dan niet spontaan die applicatie zien. Nee, dat zeker niet. Dus dat is best wel een ding om het nu nog te gaan gebruiken. Het is uiteraard nog een preview, hè? Dus we zullen er vast wat slims voor bedenken. Ja. Maar ja, wel het voelt. Ja, en net zoals die optie met die VM identities. Ja, ik wist het eerlijk gezegd niet dat die optie er was. Die zijn identisch. Ja, dan moet je even uitzoeken hoe dat precies zit, ja. Kijk, en in mijn testlab doe ik standaard al de computeraccounts van WVD synchroniseren naar Azure AD, zodat ze al registered zijn. Dan kan je er in principe al wat mee doen. Ja. Dan uiteindelijk met group policies kan je ze automatisch enrollen in Intune. Dat heb je voor dit gedeelte niet nodig, maar je zal toch die computeraccounts toegang moeten geven. Kijk, bij een file share, een on-prem file share, maak je ook een groep. En ja, natuurlijk kan je daar inderdaad uiteindelijk al computers in toevoegen of specifiek. Maar je zal daar ook iets met dynamische groepen moeten gaan doen. Zeker te weten. We zijn pas een half uur over tijd. Nee, een uur over tijd voor de open mic. Dus, ja, zoals jullie ook kunnen zien is plannen niet echt ons sterkste punt. Blijf maar doorpraten, joh. Ja.